Ja, dames en heren. Kwaliteit heeft waarde. Dus geef. Geef geld heet dat volgens mij bij de Triodos Bank. En dat is natuurlijk ook een mooie manier. Want daarmee worden we allemaal ook een stukje geldschepper. In ieder geval vanuit de optiek van Pakhuis de Zwijger. Welkom bij de vijfde avond alweer van de Triodos Bank. Samen met Pakhuis de Zwijger. Over de prangende kwesties rondom het financieel bestel. En vanavond gaan we kijken naar echt het fundament van het geldstelsel. Dat gaan we besnuffelen, dat gaan we bekloppen. Dan gaan we kijken wat het probleem daarmee is. En we gaan vooral ook kijken hoe dat beter kan. En dat gaan we doen met jullie allemaal. En jullie zijn met heel erg veel. Dus iedereen, inclusief de mensen hier op het podium, moet echt kort en bondig zijn. Mijzelf inclusief. We hebben een heel mooi programma daarvoor. Dus misschien als mensen nu denken van, goh, maar ik weet helemaal niet zo goed wat nou precies dat probleem is met het geldstelsel. Geen paniek, want dat gaat eerst allemaal rustig uitgelegd worden. Bediscussieerd door mensen die daar wel al jaren mee bezig zijn. En daarna kunnen we met z'n allen daarover in gesprek. En we beginnen met een mini-college van een echte professor uit Groningen. Waar ze verstand hebben van dit soort dingen. Dirk Bezemer. Vervolgens gaan we in een panel daarover door spreken. Ik zal dat panel dan aankondigen. En daarna komt Josta de Hoog van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die net een heel dik rapport hebben geschreven, precies hierover. En het is ook een rapport wat op dit moment bij de Tweede Kamer voor ligt. Dus het gesprek wat we hier vanavond met elkaar gaan hebben, dat gaat ook binnenkort in Den Haag plaatsvinden. En wie weet tot wat voor resultaten leiden. Nou, nadat we daar met een panel over doorgesproken hebben, zal Peter Blom van de Triodos Bank de avond dan afsluiten. En voordat ik het woord ga geven aan Dirk, denk ik is misschien toch leuk om even te memoreren hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Want Dirk Bezemer is al heel lang bezig met deze problematiek. Maar de directe aanleiding voor deze avond is ook een boek wat hij geschreven heeft. Wat overigens ook via de website van het Pakhuis te downloaden is. En dat boek is een weerslag van gesprekken die hij heeft gehad met Pierre Eby. Die is net vertrokken als CFO van de Triodos Bank, de Chief Financial Officer. Dus dat is eigenlijk degene die alles met het geld, de hoogste baas van het geld binnen de bank. En als sommigen zich nu afvragen, maar wat doet dan Peter Blom? Die is toch de baas van de bank? Nou, dat zal hij dan straks uitleggen wat die dan nog daarbij doet. Pierre Eby die is vertrokken. En wat ik het mooie vind van de Triodos Bank is dat ze daar niet alleen heel erg op de eigen centen letten, maar ook heel erg nadenken over het grotere financieel systeem. Hè? En dat het bij zo'n afscheid dat op deze manier wordt gedaan. Hartstikke mooi. En eigenlijk denk ik, het zou heel mooi zijn als alle CFO's van Nederland, van de grote banken, gewoon eens een keer een paar diepe gesprekken met een kritische wetenschapper zouden gaan hebben over dat geldstelsel. Idealiter niet op het moment dat ze vertrekken, maar als ze beginnen. Dat zou denk ik een hele, hele mooie zijn. Dus wie weet waar dat toe gaat leiden. En laatste, iemand die ik even wil benoemen, die ook eigenlijk ten grondslag ligt van dat wij hier nu met z'n allen hier bij elkaar zitten. Dat is Thomas Steiner. Die heeft ook net afscheid genomen van de Triodos Bank. Je vraagt je af wat daarvan overblijft. Thomas Steiner, velen zullen zijn naam niet kennen. Hij is wat je noemt echt een stille kracht. Maar vooral met de nadruk op kracht, mag ik wel zeggen. Heeft heel veel mooie dingen in gang gezet. En heeft een enorme passie voor precies het gesprek wat wij hier vanavond met elkaar gaan voeren. Want geld, lange tijd dachten we, dat is er gewoon. Het was voor ons als mensen eigenlijk een beetje zoals het water voor een vis. Maar sinds 10 jaar hebben we hele heftige debatten erover. Veel mensen ook hier in de zaal aanwezig die daar een belangrijke rol in gespeeld hebben. En die vast vanavond ook allemaal van zich gaan laten horen. Maar voordat we die discussie laten losbarsten, wil ik graag uitnodigen Dirk Bezemer, mijn collega bij het Sustainable Finance Lab. Ik had mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab. Wat een denktank is, een netwerk van eigenlijk kritische wetenschappers uit Nederland. En Dirk Bezemer is daar een prominent lid van, mogen we wel stellen. Hoogleraar in Groningen. En
al vele jaren met deze kwesties bezig. Eigenlijk al voordat de meeste mensen zich daarmee tegenaan gingen bemoeien. En daarom kon hij ook in 2008, toen de crisis uitbrak, als eerste hele zinvolle stukken te schrijven over wat iedereen gemist had. En daarbij verwijzen naar zijn eigen werk, waar dat al keurig in opgeschreven was. Dirk, mag ik jou uitnodigen om je presentatie te geven? Dankjewel, Rens, voor die gloedvolle inleiding. Nou, daar zal ik maar even helemaal niets aan toevoegen. Ten meer dat ik maar 15 minuten heb voor de mini-college over geld. Daar zijn boekenkasten en bibliotheken over volgeschreven. Dus ik heb een hele moeilijke opdracht vanavond. We denken na over waar is geld eigenlijk goed voor. Dan moet je natuurlijk eerst bedenken, ja, waar hebben we het dan over? Wat is geld? Nou, er zijn evenveel definities van geld als wolk in de lucht, heeft Joseph Schumpeter, een van mijn favoriete economen, ooit is geschreven. Wolken die veranderen steeds van vorm. En als je een wolk net goed beschreven hebt, dan drijft die weg. Dan komt er een volgende aan. Zo is het met geld ook. En daarom is het zo moeilijk om te praten over wat is geld. Maar ik moet het toch om te beginnen proberen, want dat is mijn taak. Wat bedoelen we als we geld zeggen? We kunnen bedoelen geldeenheid. De euro, de gulden, de bitcoin, de makkie, de Groninger gulden. We kunnen het over de vorm van geld hebben. Of geld, dat is tegenwoordig bits in je computer, elektronisch geld. Of het, vroeger was het, waren het vooral munten en papier. Heel vroeger was het kerfstokken van hout of kleitabletten 5000 jaar geleden bij de Mesopotamiërs. En tenslotte kun je het hebben over de functie van geld. Wat kun je doen met geld? Dan definieer je geld voor naar wat je ermee kunt doen. Transacties, je kunt elkaar ermee betalen. Je kunt ermee investeren, je kunt ermee sparen. Dat zijn allemaal verschillende manieren om geld, om vast te leggen wat geld is. En dat betekent dan dat je op verschillende dingen gaat focussen. Geld is datgene waarmee we rekenen, de unit of account. Dat is iets wat de overheid meestal vaststelt. Dit is wat geld is. Of geld is datgene waarmee we afrekenen. Datgene waarin we elkaar betalen. Settlement medium in het Engels. Je kunt ook proberen geld te definiëren naar de vorm. Bijvoorbeeld kun je zeggen, alleen wat goud is, is echt geld. Of alleen wat door goud gedekt wordt, is echt geld. Daar zie ik niet zoveel in, dus dat heb ik doorgestreept. Die drie manieren van nadenken over wat geld is, dat helpt je ook om na te denken over veranderingen van geld. Dat is natuurlijk de hele motivatie van deze avond. Dat het misschien wenselijk is dat het geldsysteem of geld zelf verandert. Nou, de geldeenheid verandert niet zo vaak. Ik heb de overgang van gulden naar euro meegemaakt. Dat is once in a lifetime waarschijnlijk. En misschien gaan we nog een keer de euro naar libra meemaken. Ik denk het niet. Maar dat zijn dingen die bijna nooit gebeuren. De functie van geld die verandert juist continu. Dat is een continue evolutie. En dat is eigenlijk waar ik op wil gaan focussen. Hoeveel van ons geld wordt eigenlijk gebruikt voor transacties? En wat voor transacties? Hoeveel daarvan wordt gebruikt voor investeringen? En wat doen die investeringen met onze economie? Want ik zal eerlijk zijn, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in geld en het financieel systeem op zich, maar meer in wat het doet met de economie. Een paar dingen nog over de aard van geld. Das Wesen des Geldes, The Nature of Money. Er zijn boekenkasten over volgeschreven. Wat ik naar voren wil halen over wat geld is, de aard van geld, is dat het een symbool is van uitgestelde betaling. Een symbool van uitgestelde betaling. Dus in de geschiedenis van geld zie je vaak dat geldvormen opkomen in de context van handel, vaak internationale handel, waarbij het aantrekkelijk is voor marktpartijen om niet direct af te rekenen, maar in plaats van afrekenen, schuldbekentenissen uit te wisselen. Dus een briefje waarop staat, we gaan nog afrekenen. En die schuldbekentenissen, die gaan dan vaak functioneren als geld. Dat zien we dus 5000 jaar geleden bij de Mesopotamiërs zien we dat al. Moderne banken zijn opgekomen vanuit het gebruik van wisselbrieven. Dus handelaars die elkaar schuldbekentenissen geven. Bankiers die brieven gaan accepteren. En in ruil daarvoor hun eigen liabilities, hun eigen claims uit gaan geven. En dat wordt dan gebruikt als geld. Vaak ook met een grote rol van de staat daarin. Dus geld ontstaat dan door wederzijdse schuldaanvaarding. Doordat twee handelspartijen tegen elkaar zeggen, ik neem een schuld op me en jij neemt een verplichting op je en we gaan elkaar nog in de toekomst betalen. En dat is ook hoe banken tegenwoordig geld scheppen. Josta de Hoog gaat er nog dieper op in hoe dat gaat. Maar op het moment dat de geldhoeveelheid in Nederland groeit, dat er, laten we zeggen, 1 miljoen euro bij komt, dat gebeurt doordat een bank een lening van 1 miljoen euro uitgeeft. Waarbij, als ik de lener ben, ik de verplichting op me neem om die 1 miljoen euro terug te betalen. En de bank neemt de verplichting op om die 1 miljoen euro
te leveren, zo gauw ik het vraag. Demand deposit, on demand. Dus geld is krediet. Dat is wat ik vast wil houden daaruit. Geld is een vorm van krediet. En daarom ook een vorm van schuld. Want krediet en schuld is precies hetzelfde. Alleen gezien vanuit het oogpunt van de schuldenaar of de schuldeisers. En ook als je in de grafiek kijkt, hier zie je Duitsland. Dan zie je dat de groei van krediet en de groei van geld, die lopen heel erg goed samen. En als ze niet goed samenlopen, is dat vaak ook een aanwijzing van verstoringen in de werking van het geldsysteem. Zoals de hyperinflatie van de jaren 70. En dan in de jaren 80 zie je die twee grafieken heel goed samenlopen. En dan gaan we naar de bubbel van de jaren 90. Dan lopen ze weer uit elkaar. Dan wordt het vaak interessant. Dan dysfunctioneert het geld. Een tweede gevolg van het feit dat geld krediet is, is dat geld ook hiërarchisch is. Geld is hiërarchisch. In een kredietrelatie is er een kredietgever en een kredietnemer. En de kredietgever heeft altijd meer macht dan de kredietnemer. Bijna altijd. En dat betekent dat degene die krediet mogen geven in wat officieel geld is, banken dus, banken die kredieten mogen uitgeven, luidend in euro, maar die ook worden gebruikt als betaalmiddel, die hebben veel macht. Centrale banken die geven centrale bankgeld uit. Muntjes, briefjes en reserves. En commerciële banken die geven hun eigen claims uit. Commerciële banktegoeden, dat is meer dan 90% van al het geld. En andere partijen in de economie die ook claims uitgeven, die ook lenen, zoals overheden en zoals bedrijven, die hebben veel minder macht. Die moeten altijd zorgen dat wat zij uitgeven inwisselbaar is voor geld. En zeker in tijden van crisis wil iedereen alles inwisselen voor echt geld. Voor banktegoeden of zelfs voor briefjes. En dan zijn dat de safe havens, de plekken waar iedereen naartoe vlucht. En dat geeft ook aan hoeveel macht er zit in het financieel systeem. Het is de spil van de kapitalistische economie. Grote verantwoordelijkheid, grote macht. Geld is hiërarchisch. In mijn mini-college, ik ben waarschijnlijk al bijna op de helft, wil ik die twee dingen dus naar voren halen. Geld is een vorm van krediet en geld geeft daarom ook macht. En de vraag voor mij is, ja, welke vragen roept dat bij je op? Nou, hou dat de rest van de avond in gedachten. Welke vragen roept dit bij mij op? Bij mij roept het om te beginnen de vraag op, hey, als geld een vorm van krediet is, krediet is voor investeringen, nemen we aan. Ondernemers lenen om te investeren. Ondersteunt geldgroei dus ook economische groei? Is dat zo? Nou, opnieuw, als je daar grafiekjes van maakt. Ik ben dol op grafiekjes. Dit is de Verenigde Staten van de jaren 50 tot aan de jaren 80. Zie je dat geldgroei en kredietgroei heel erg sterk met elkaar gecorreleerd zijn. Er zijn geen andere macro-economische variabelen die zo sterk met elkaar correleren. Bewust stop ik hier in de jaren 80, want daarna werd dat anders. En dit is consistent met het idee dat geldgroei inderdaad economische groei ondersteunt. En dat was ook lang een consensus onder economen. En dat komt dan omdat dat krediet, de geldgroei, productief gebruikt wordt. Gebruikt wordt om te produceren, te consumeren, waardoor inkomens en winsten gevormd worden, waardoor de economie, het bruto binnenlands product, groeit. Dus als geld productief gebruikt wordt, dat wil zeggen ingezet wordt ten bate van de economie van goederen en diensten, dan zie je dat de schuld daardoor stijgt. Geld is krediet en schuld, dus geldgroei is schuldgroei, jazeker. Maar het bruto binnenlands product, de omvang van de economie, die groeit daar ook van. En de verhouding tussen die twee, schuld gedeeld door BBP, even technisch, die kan dan stabiel blijven. En we zien dat ook als we naar de cijfers kijken. Dit is van DNB voor de Nederlandse economie. Over lange periodes zie je dat de verhouding op de verticale as tussen schuld en de omvang van de economie, die is stabiel. Er ontstaan geen schuldproblemen. Er is geen stijgende schuld ten opzichte van het inkomen. Als geld productief gebruikt wordt. Dit zijn dan leningen aan wat we noemen de niet-financiële bedrijven. Wordt wel eens de maakindustrie genoemd in Nederland. Gebeurt dat niet, je zou kunnen zeggen, ja, de economie van goederen en diensten, hoe bedoel je, is er nog iets meer dan? Ja, er is ook meer. Er zijn ook vermogensmarkten. Het meeste van ons geld, dat zit niet in de economie. Dat zit niet in productie en consumptie, dat zit in vermogensmarkten. Dat zit in vastgoedmarkten, in obligatiemarkten, in aandelenmarkten, in derivatenmarkten enzovoort. Allerlei financiële instrumenten en vastgoed met name. En we kunnen ook geld creëren om die waardes op te doen stuwen. Dat is niet het bruto binnenlands product. Dat is niet de omvang van de economie. Dat zijn geen inkomens, dat zijn geen lonen, geen winsten. Dat zijn waardes van vermogenstitels, van huizen en van aandelen enzovoorts. Dan stijgt de schuld wel.
Iedere hypotheek is ook een schuld. Maar het inkomen neemt er niet van toe. De huizenprijzen worden er misschien door opgedreven. Maar als je een huis koopt, neemt je inkomen er niet van toe, maar je schuld wel. En als dat voor iedereen zo geldt, stijgt de schuld dus sneller dan het inkomen. En ook als we naar de cijfers kijken, dan zien we dat de totale toename van die private schuld in Nederland, dat is die zwarte lijn, dat is de schuld die Nederlandse bedrijven en huishoudens bij Nederlandse banken hebben door de tijd heen, die wordt bijna helemaal verklaard door de stijging van die rode lijn. En dat is krediet wat naar vermogenstitelsmarkten gaat, vastgoedmarkten met name. En het probleem in het gebruik van geld, geld als krediet dus, is dat er een, wat ik maar noem, een schuldverschuiving plaatsgevonden heeft. En dat we een groot deel van ons geld vandaag gebruiken niet om de economie te laten groeien, niet om de duurzaamheidstransitie, niet om de problemen in de zorg op te lossen, maar om de prijzen van vermogenstitels hoog te houden of op te drijven. En daardoor neemt de schuld ook toe. De schuld ten opzichte van het inkomen. En komen we met schuldproblemen te zitten. Dat leidde tot de schuldencrisis, die eerst een kredietcrisis heette in 2007 en 2008. En nog steeds hebben we superhoge schulden. Nederland is een van de kampioenen als het gaat om private schulden. Na Denemarken, geloof ik. Dat is een groot probleem. Ik ben niet de enige die dat zegt. Er zijn een aantal waarschuwingen van mensen die beroemder zijn dan ik en die dat ook een probleem vinden. En het gekke is, het gekke aan de tijden waarin we leven, is dat het al jaren gezegd wordt en dat de schulden nog steeds maar stijgen en dat we niet schulden aan het afbouwen zijn. Dat we niet die schuldverschuiving omgekeerd hebben. Het is wel afgezwakt, maar het is niet omgekeerd. En de vraag is hoe dat verder moet. En dat is een vraag waar ik geen antwoord op heb, maar wel verder over na wil denken. Een tweede gevolg, als je schuldverschuiving hebt, dus als geld vooral naar vermogensmarkten groeit, is dat je bubbels krijgt. Dat je grote verschillen krijgt tussen de groei van de economie, dat is de doorgetrokken lijn, dat is de totale toegevoegde waarde in de niet-financiële sector, om het maar even statistisch te zeggen. En die twee stippellijnen, de bovenste dat is de huizenmarkt, de onderste is de aandelenmarkt, die kunnen heel erg uit elkaar gaan lopen. Dus de ontwikkelingen in de financiële sector en in de vermogensmarkten, die kunnen eigenlijk losgekoppeld worden van, of losgekoppeld raken van de economie. Dit is Nederland, daar zou je liever niet in de aandelenmarkt zitten, zou je zeggen. Misschien wel in de huizenmarkt een tijdje, maar dat is nu weer gecorrigeerd blijkbaar. Dit is Spanje, daar is de bubbel veel groter geweest, maar dan zie je ook dat vermogensmarkten weer terugtrekken naar de reële economie, zoals ik hem even zal noemen. Dit is Frankrijk, waar blijkbaar de huizenbubbel nog nooit leeggelopen is. En als je dit ziet, dan kun je je af gaan vragen, ja, wat zijn hier de gevolgen van? Wat zijn de gevolgen van het feit dat de waardeontwikkeling, de waarde die zit in vermogensmarkten, zozeer afwijkt van de waarde die zit in de goederen- en dienstenmarkten, de economie, waar we ons geld moeten verdienen en onze producten uit moeten hebben? Dat roept bij mij een aantal vragen op, waar we denk ik deze avond over moeten hebben. Ik heb het hier dus niet over de vraag, moeten we van een euro naar Libra gaan of moeten we van een euro naar centrale bankgeld gaan? Maar ik heb het over de vraag, hoe moeten we onze euro's gebruiken? Of als het Libra's worden of als het centrale bankgeld wordt, hoe moeten we het gebruiken? Die vraag is misschien veel belangrijker. En ik geef jullie vanavond vier vragen mee. De eerste vraag is, hoe wordt krediet verdeeld? En ik heb daar heel kort op basis van mijn onderzoek van de afgelopen jaren iets over verteld. Ik denk dat die verdeling heel scheef is. En die verdeling, ja, ik kan de vraag zelf al wel een beetje beantwoorden. Er blijft genoeg over. Krediet wordt verdeeld door banken samen met hun klanten. Als banken en hun klanten samen besluiten dat het een fantastisch idee is om een hypotheek te creëren, dan gebeurt dat. Een hypotheek van 5 ton betekent dat de geldhoeveelheid in Nederland met 5 ton toeneemt. Enzovoort. Het zou best zo kunnen zijn dat het niet zo slim is om dat alleen maar aan private partijen over te laten en dat niet te reguleren. Nou, nu is er heel veel regulering bijgekomen. We kunnen erover hebben of dat de juiste vorm van regulering is. Ik zou ter overweging meegeven dat we na moeten denken over regulering, waardoor geld, waardoor kredietverlening productiever wordt. Productiever wordt voor de doelen die wij belangrijk vinden. Dus dat is niet per se zware industrie, dat is niet per se duurzaamheid. Dat is nu juist het debat waar we het over moeten hebben. Tweede opmerking, omdat geld ook een vorm van macht is. Omdat geld, en dan bedoel ik dus niet de macht van oom Dagobert, hè? Niet de macht van, je hebt heel veel geld, dus je kunt andere mensen laten doen wat je wilt. Meer de macht van Mario Draghi. Meer de macht van Mario Draghi. Of van Klaas Knot, om wat dichter bij huis te blijven. Als je de gelduitgifte beheert, en dat doet het commerciële banksysteem en centrale banken, die doen dat met elkaar, dan heb je heel veel macht. Dan beslis je mee over de
beslis je mee over de kredietverdeling. In wiens belang gebeurt dat eigenlijk? In wiens belang gebeurt dat eigenlijk? Als de vermogensmarkten zozeer toegenomen zijn en de economie, lonen laten we zeggen, daarbij zover achtergebleven zijn, de loongroei is heel lang nul gebleven, wie heeft er eigenlijk baat bij? En moeten we dat niet eens anders gaan doen? Dankjewel. Dirk, mag ik je vragen om nog even hier te blijven? Want we hebben ruimte voor een enkele vraag, mocht er een vraag zijn aan professor Bezemer. Ik zie daar één vraag. Dan, en daar zie ik twee vragen. En als gesteld, even graag de vragen kort en krachtig houden. En op dit moment ook echt nog alleen vragen. Mijn vraag aan meneer Bezemer is, als geld schuld is, hoe moet ik nou kijken naar een zilveren munt? Een zilveren munt is voor mij het archetype van geld. En ik zie daar geen schuld in. Ik zie daar gewoon een zilveren munt. Hoe moet ik dat nou zien als schuld? Ja, nee, beantwoord. Dan, ja, mag ik misschien wel met een tegenvraag beantwoorden? Als ik je een briefje van 10 euro geef, hoe zie je daar schuld in? Maar dat is toch een vorm van schuld? Zo is het ontstaan. Ik zie dan een briefje van 10. Ik zie daar geen schuld in. Nee, ook, nou ja, het is een vorm van schuld. Ja. Als je, dat staat niet meer op de euro's, maar als je bijvoorbeeld Engelse briefjes van 10 pond ziet, dan staat daarop, I promise to pay to the bearer of this note 10 pounds. En dat is getekend door de kassier van de Bank of England. Dus dat is nog een, ja, daar staat het ook letterlijk op dat het een schuldbekentenis is. En de hoeveelheid geld in Nederland en in Engeland en in alle landen neemt ook toe als de schulduitgifte toeneemt door commerciële banken. Ja. Ik denk dat we. Nou. Ik denk dat we het even moeten doen met dit antwoord nu. Anders gaan we hier later op de avond verder dan wel bij de borrel. We halen nog even twee vragen daarop. Ja, hi. Kijk, als iedereen schuld heeft en iedereen is het ermee eens, we gaan een schuld creëren, kunnen ze ook met z'n allen besluiten, weet je wat, we gaan al die schuld nou eens gewoon allemaal kwijtschelden. Waardoor dus dat, de machthebbers, degene die kunnen dit besluiten. Of zou dat never kunnen gebeuren? Ja, dat zou kunnen gebeuren. Dat is in de geschiedenis ook regelmatig gebeurd. In de recente geschiedenis niet zo vaak. Maar dat zou ook wel heel pijnlijk zijn, hoor. Niet alleen voor de machthebbers, want heel veel partijen hebben geïnvesteerd in schuld. Waarschijnlijk, ik weet niet of je een mooi pensioen tegemoet mag zien. Het gaat allemaal verdwijnen, dus dat heb ik maar voorkomen. In ieder geval, de mensen die wel aan het sparen zijn voor hun pensioen, is goed om te weten dat pensioenfondsen investeren in de schulden van anderen. Als een bedrijf aandelen uitgeeft, is dat, of aandelen of obligaties, zijn dat schuldbekentenis van het bedrijf. En andere partijen investeren daar weer in. Dus als nu overheden zouden besluiten, dat schaffen we allemaal af. Ja, dan plotseling hebben die spaarders die hun geld erin gestopt hebben, zijn het ook kwijt. Dus dat is complex, maar in principe zou het kunnen. Het is technisch heel ingewikkeld, maar het zou kunnen, ja. Oké, er was nog één laatste vraag ook daar. Ja, die vraag waar je mee eindigde, in wiens belang is dat nou? Ik zou graag willen dat je daar toch even een klein tipje van de sluier van oplicht, als het over meneer Draghi gaat. In wiens belang is dit? Nou, het feit dat we een schuldverschuiving gezien hebben, dus heb ik het over de afgelopen 30 jaar, dat steeds meer van het financiële systeem is gaan functioneren in dienst van het hooghouden van de prijzen van vermogenstitels, van vastgoed enzovoort. Dat is natuurlijk vooral in het belang geweest van degene, niet per se intentioneel, zo bedoeld, maar het is wel in het belang geweest van degene die vastgoed bezitten of die aandelen bezitten of die obligaties bezitten. Dus het zijn de mensen die toch al wat rijker zijn meestal, die daar garen bij gesponnen hebben. En daarom is de ongelijkheid binnen de meeste landen ook sterk toegenomen. Dat is een kwalijke zaak. Oké, dankjewel Dirk. Mag ik jou vragen om daar op de bank plaats te nemen? Ga ik de panelleden aan jullie voorstellen. En dan begin ik met Fieke van der Lek. Ook een hoogleraar aan de VU op het gebied van pensioenmarkten. En bovendien iemand die al 20 jaar geleden een heel dik boek heeft geschreven over geld. Dat was haar proefschrift, ook aan de Universiteit Groningen.
En Fieke is ook toezichthouder bij verschillende financiële instellingen, waaronder de Triodos Bank. Dus welkom hier, Fieke. En de volgende die ik hier graag wil uitnodigen is Robin Fransman. Ook iemand die ruim zijn sporen verdiend heeft op allerlei verschillende plekken in de financiële sector. Binnen een bank, bij een toezichthouder. Op dit moment werkzaam is bij de Argumentenfabriek als hoofdchef geld. Hè? Een applaus voor de nieuwe panelleden. En Fieke, als ik met jou mag beginnen. Eventjes de ene hoogleraar over de andere hoogleraar. Je hebt net het verhaal van Dirk gehoord. Klopt dat nou wat hij daar allemaal verteld heeft? Ik denk dat hij heel veel principes heel duidelijk heeft uiteengezet. En ik denk dat Dirk ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de crisis. Om tijdig dingen aan te kaarten en breed bekend te maken. Dus veel waardering voor mijn collega. Ik denk wel, als ik ook even teruggrijp op die vraag over dat zilveren munt, dat we goed moeten onderscheiden of we het over geld hebben of over het financiële stelsel. Geld is eigenlijk datgene wat drie functies combineert. Ruilen of betalen. En je kan sparen, zodat je het geld later kunt uitgeven. Terwijl dat financiële stelsel is van ja, hoe zijn we daar nou mee omgegaan? En wat zijn die banken gaan doen? En zijn er geldschepping gekomen? Dus dat fiduciaire geld, dat is dat briefje. En dan kan je hele discussies houden over wat willen we met dat stelsel. Maar dat is wat anders dan moeten we nieuw geld gaan uitvinden. Dat maakt het niet eenvoudiger. Maar aan de andere kant, als we dat niet goed uit elkaar houden, blijven we rondjes draaien. Zitten we hier over 3 jaar dezelfde discussie te voeren. Ja, maar en dat essentiële, of eigenlijk het probleem waar Dirk Bezem op wijst. Van je hebt eigenlijk een productieve manier waarop dat geld in de wereld kan komen. Een improductieve manier. Is dat een onderscheid wat je herkent? Wat je een zinvol onderscheid vindt om na te denken over hoe het op dit moment reilt en zeilt? Nou, ik begrijp wel dat waar Dirk ook in het boekje wat een aantal van jullie al kennen op doelt is. Als mensen een soort monopolie hebben op bepaalde goederen of dingen waar anderen ook interesse in hebben, kunnen ze de prijs opdrijven. En dat zie je bij vastgoed bijvoorbeeld wel eens gebeuren. Dus dan gaat de waardering omhoog. Terwijl het uiteindelijk zegt, ja, we hebben er op zich niet meer aan. Alleen hangt een duurder prijskaartje aan. Dus dat is een vorm van inflatie, zeg maar. Waar we uiteindelijk in de reële economie niet beter van worden. Aan de andere kant zie ik ook mensen bijvoorbeeld met vastgoed hele nuttige dingen doen voor de samenleving. Waardoor je niet per se alle vastgoed in de niet-productieve hoek zou zetten. Dus ik snap het voor het verhaal wel, maar het ligt denk ik in de praktijk ietsje ingewikkelder. En ook wat betreft geld zelf. Geld zelf is eigenlijk ja, net als energie. Het is maar net wat je met energie doet. Je kan er iets nuttigs mee doen of niet. En zo is het met geld ook. Je kan er iets nuttigs mee doen of niet. Maar dat onderscheid tussen die twee categorieën, dan is daar waarschijnlijk ook wel weer wat nuance in aan te brengen. Oké. Op zoek naar de nuance. Dirk, je mag zo direct daarop gaan reageren. Misschien eerst nog even Robin Fransman. Dat onderscheid van Dirk, herken jij dat? Ja, natuurlijk herken ik dat. Maar ik denk wel dat Dirk het halve verhaal vertelt. In de zin dat we hebben wereldwijd min of meer hetzelfde geldsysteem. We hebben zeker binnen de eurozone natuurlijk hetzelfde geldsysteem. Met dezelfde munt, met dezelfde toezichthouder, met dezelfde regels. En toch is die schuldgroei niet in alle eurolanden even hoog. Sterker nog, als je die grafiek net ziet, dan zie je gewoon dat de private schulden in landen als Duitsland en Italië en Frankrijk fors lager zijn dan in Nederland, waar de huishoudens aanmerkelijk minder schuld hebben, waar de woningprijzen, neem Duitsland, waar de woningprijzen veel minder gestegen zijn. Dus ik zie wel die problemen die Dirk schetst, die zie ik uiteraard ook. En je kan er nog een heleboel problemen aan toevoegen van het moderne kapitalisme. Alleen het feit dat hij de oorzaak en de oplossing daarvan in het geldsysteem ziet, dat houdt denk ik geen stand. Het zijn hele andere instituten
De manier waarop we pensioen hebben geregeld, de hypotheekrenteaftrek, de manier waarop we met huren en bouwen en wonen omgaan in Nederland. Er zijn dus hele andere instituties die bepalen of je die extreme huishoudschulden ziet, of je die extreme woningprijsstijging ziet. Dus ik zou zeggen, ja, het kapitalisme, althans bepaalde uitwassen van kapitalisme zijn een probleem. Die zoeken, die hebben ook oplossingen nodig. Maar ik zou het eerder zoeken in al die andere regels en wetten dan in het geldsysteem zelf. Dirk. Ja, dat zijn hele nuttige responsen, denk ik. Waardoor het debat verder gebracht wordt. Ten eerste de vraag natuurlijk van ja, iedereen moet in een huis wonen. Dus vastgoed is niet slecht natuurlijk. Uiteraard niet. Aandelen en obligaties spelen ook een rol in het financieren van bedrijven. Maar als een huis in 20 jaar 5 keer zo duur wordt, moet je toch afvragen van ja, wie heeft er eigenlijk wat aan? Want de mensen moeten nog steeds in hetzelfde huis wonen. Maar ze moeten 5 keer zoveel lenen om erin te wonen. En dus ook 5 keer zoveel rente en aflossing betalen. Ja, dat wordt uiteindelijk toch als een heel volk dat doet, zoals in Nederland, wordt dat toch een grote last voor een economie. En daardoor word je erg financieel kwetsbaar. Ik denk dat dat toch een probleem is. En dat helemaal onafhankelijk van de kwaliteit van huizen of de noodzaak om een aantal slaapkamers te hebben natuurlijk. En wat betreft de respons van Robin, kijk, het is juist mijn bedoeling om een soort algemene trend te geven achter al die regels en instituties. Pensioenen noem je bijvoorbeeld. Kijk, onze pensioenfondsen zijn eigenlijk een soort kanalen waardoor iedere maand misschien een derde van al onze inkomens de vermogensmarkten ingestuurd worden. Is dat wel zo'n slim idee? Dus ik ben er helemaal voor om daar eens goed over na te denken of dat de beste manier is van een pensioenstelsel opzetten en de beste manier van een financieel systeem en de beste manier van onze financiële resources te gebruiken is. Maar dan moet je een criterium hebben. Zeg van ja, wat vinden we nou goed en wat vinden we niet goed? Misschien is het beter om te zorgen dat je meer verpleegkundigen opleidt om handen aan het bed te hebben over 20 jaar. Dan dat je zegt, we investeren heel veel in Tokio en New York, zodat we later ons pensioen kunnen betalen. Dus dat is weer het onderscheid reëel financieel. Dat onderscheid moet je denk ik toch steeds goed vasthouden. Ook al zijn er grijze gebieden, dat betekent niet dat er geen onderscheid is. Maar Dirk, want Robin Fransman zegt, ik herken die problematiek wel. Alleen de oplossing zou ik niet zoeken in een ander geldstelsel. Heb ik ook niet voorgesteld. Ik stel niet een ander geldstelsel voor. Ik stel voor dat we de manier waarop krediet verdeeld wordt, dat we daar kritisch naar kijken en kijken of dat beter kan. En dan, ik stel niet voor dat we de euro afschaffen trouwens. En kun je het een stap concreter maken dan? Want hoe zouden we daar dat anders kunnen organiseren? Nou, voor een klein deeltje gebeurt dat al. Hè. Als je kijkt naar wat de Europese Centrale Bank doet, die geeft toegang tot goedkope financiering aan banken, mits ze dat niet aan hypotheken uitgeven, maar aan niet-financiële bedrijven. Dus dat is bijvoorbeeld een prikkel geven aan banken om hun geld productief te gebruiken in mijn termen. Dus dat is een heel klein effect tot nu toe. En je zou op die ingeslagen weg zou je veel verder kunnen gaan en zeggen van ja, wat heeft onze maatschappij eigenlijk nodig? Die keuzes worden toch wel gemaakt. Gaan mensen vaak roepen centrale planning en Sovjet-Unie. Daar moet je afblijven, daar moet de markt doen. Nou, vergeet het maar. Er zijn maar een paar banken in de meeste landen die al die beslissingen nemen. Dus je hebt al centrale planning. Laten we dan ook maar daar een goed politiek debat over hebben. Van wat vinden wij eigenlijk wenselijk? En wat voor soort regulering of deregulering, want banken zijn ook helemaal dicht geregeld nu, hoort daar eigenlijk bij. Anders dan stommelen we namelijk in allerlei vormen van regulering en quantitative easing en helikoptergeld die nog veel gekker zijn. Ja, dus de verhouding tussen de hoeveelheid geld en de rest van de economie is eigenlijk losgezongen. We hebben te veel geld. Dus wat je vroeger had, dat je met geld de tijd kon overbruggen en zeggen, nou, geef mij jouw geld, ik ga er iets nuttigs mee doen, dan betaal ik je terug en hou ik zelf ook nog wat over. Die doet het eigenlijk niet meer. En dan kan je die situaties krijgen dat mensen eigenlijk geld met geld gaan maken. En dat is dat niet productieve stuk. En dan dat is ook geen goede weergave meer van de waardering van bijvoorbeeld vastgoed. Maar dat huis is niet echt zoveel meer waard geworden. Er zit ook gewoon te veel geld in het systeem. Maar ik weet niet of dat per se zo is. Kijk, een ander element wat natuurlijk miste in het verhaal van Dirk was natuurlijk de prijs van krediet, hè, de rente zelf. Die is natuurlijk heel fors afgenomen. Hè. Dus of je nou de 100.000 euro tegen 10% leent of 1 miljoen euro tegen 1%, het is alle twee even duur.
En dat is wat je natuurlijk gewoon concreet ziet gebeuren. Italië heeft lagere rentelasten dan ooit op de staatsschuld, terwijl de staatsschuld hoger is dan ooit. En de vraag is, wat Fieke net zei, of die verhouding, dat was in de jaren 50 dit of in de jaren 70 dat. Dat is wel waar, maar dat is niet per se superieur. Het was zo in de jaren 50 of in de jaren 70. En kennelijk paste dat bij de reële economie en bij de demografie van toen. En het hoeft helemaal niet te zeggen dat het daarom nu te hoog is of zo. Hè? Dan heb je toch eerst een soort eiking nodig van wanneer vinden we eigenlijk iets te hoog of te laag. En het hoeft helemaal niet te hoog te zijn. Hè? Kijk, mensen zijn bereid om veel geld neer te leggen voor een huis. Ja, ook omdat de prijs van geld zo laag is en die maandlasten zijn altijd nog lager dan huur. He, dus hoezo zijn die woningen te duur als ze goedkoper zijn dan huren? Ik bedoel, het zijn waardeoordelen waarbij je zeg maar, eerst je eiking met elkaar zou moeten vaststellen en het over eens worden voordat je tot het waardeoordeel kan komen. Maar misschien is het wat we nu hebben wel passend. Precies, jij bent er niet van overtuigd dat er nu te veel geld is? Toch? Dat is je stelling? Nou ja, kijk, is het eikpunt hierin niet dat je kunt zeggen van nou, er is misschien een soort van historische verhouding tussen de hoeveelheid geld en de economie. Hè? Dat is toch een beetje wat je ook in het plaatje van Dirk zag. Dat ging nog niet eens zo heel ver terug, maar ik heb ook al plaatjes gezien die verder teruggaan. En dan zie je dat daar toch wel een bepaalde stabiele verhouding is. En dat we daar op dit moment ontzettend van af zijn geweken. Dat lijkt mij een eikpunt wat je zou kunnen nemen. Nou, dat zou ik. Kijk, als er te veel geld is, als er te veel schuld is, dan is er dus ook te veel vermogen. Kijk, een groot verschil met vroeger. Kijk, in de jaren 50 had je gewoon geen pensioenen. Mensen hadden gewoon geen pensioen tot de AOW werd ingevoerd onder Drees. En hè, dus mensen leefden of van het geld van hun kinderen of misschien dat ze een huisje hadden en een moestuin. En dat was het dan. En nu hebben we natuurlijk hele cohorten, miljoenen huishoudens die van hun pensioen leven. Die werken niet, maar die leven van hun pensioen. Dat betekent dus dat ze van hun vermogen leven. En wat Dirk net zei, dat vermogen is voor 60% belegd in schulden van jongeren. Dus dat is een manier waarop de reële economie veranderd is. Met enorme welvaartsstijging, vooral voor die oudere groep ten gevolg. Waardoor we ook meer assets hebben, meer geld en meer schulden, maar dus ook meer vermogen. En nou ja, je kunt, ik denk toch dat het valide is om te zeggen, liever nu oud dan in de jaren 50 oud. Dus er zitten ook voordelen. Er zitten ook voordelen aan. Ja, dat is een interessante Fieke van der Lek. Nou ja, de ideale persoon om hier even het licht op te laten schijnen. Want het wordt natuurlijk wel spannend. Want we hebben natuurlijk heel veel geld bij die pensioenfondsen zitten. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar straks pensioen van gaan krijgen. En dan willen ze dat geld natuurlijk ook wel uitgeven. Bijvoorbeeld aan zorg. En als er dan te weinig mensen zijn die zorg kunnen leveren, dan gaat alleen maar de prijs van zorg omhoog. Dus dat is een heel goed voorbeeld van de interactie tussen het geldgedeelte van de economie en wat we dan de reële economie noemen. En wat daartussen zit, is de prijs. Dus als er te weinig reële economie is voor te veel geld, gaat gewoon de prijs omhoog. Dan hebben we inflatie, die is dan door de vraag eigenlijk aangewakkerd. En in termen van koopkracht zijn die pensioenen op dat moment uitgehold. Ja, maar dat is En dat is een reden waarom nu wel wordt gepleit van, nou, laten we dan alleen de AOW doen. Hè, dan de huidige werkenden betalen voor de huidige ouderen. Maar we hebben straks niet zoveel huidige werkenden meer. Dus dat wordt nog wel een hele spannende. Maar hoe zie jij de relatie tussen hoe we nu het geldstelsel, maar ook de pensioenen hebben georganiseerd en een tekort aan verpleegsters? Ik geloof dat Dirk dat zei, we brengen dat geld nu naar Tokio in plaats van dat we het in Nederland investeren, sowieso, bijvoorbeeld in de zorg. Is dat ook de relatie waar jij op doelt? Ja, het belangrijkste is dat dat geld geïnvesteerd wordt in dingen die ook echt investeringen zijn, waar je uiteindelijk meer van kan maken. Dus productieve investeringen. En daar ga ik zeker met Dirk mee. Dus bijvoorbeeld in de zorg kan je zeggen, we investeren in technologieën waardoor die verpleegkundigen meer voor elkaar kunnen krijgen per uur. Dat zullen we nodig hebben, want we hebben minder verpleegkundigen straks. En op die manier kan de vraag naar verpleegkundige dienstverlening toch worden voorzien met dezelfde hoeveelheid verpleegkundigen. Dat is dus een rendabele investering. Nou, voor Nederland hebben we niet altijd dergelijke rendabele investeringen. Dus pensioenfondsen zijn relatief
behoorlijk wat in de rest van de wereld belegd. Maar we zijn ook maar een klein landje. En in verhouding tussen Nederland en de rest van de wereld zitten we behoorlijk vaak in Nederland belegd. 14%. Dus dat is meer dan Nederland in de wereldeconomie. Maar het is vooral staatsschuld, toch? Dat zijn weinig productieve investeringen. Een belangrijk voorbeeld van een goede investering is onderwijs. Nederlands onderwijs helpt Nederland productiever worden. Ja, en wat daar het probleem is eigenlijk dat er te weinig projecten beschikbaar zijn waar pensioenfondsen in kunnen investeren. En dat is een heel groot probleem. Dat hebben we echt nog niet opgelost. En die bereidheid is er wel bij de pensioenfondsen? Absoluut. Zonder meer. Er was zelfs een stichting opgericht. NLII. Die hebben gewoon heel veel geld verzameld. En nou, kom maar door met die voorstellen. En er kwamen te weinig goede voorstellen. Dus ze zijn maar weer gestopt. Ik krijg hier een beeld van heel veel geld, maar eigenlijk niemand die weet wat ze ermee zouden willen doen. Jawel, je zou bijvoorbeeld in onderwijs willen beleggen. Ja, dat zouden we willen, maar vanuit het onderwijs komen we dan niet... Maar hoe doe je dat dan op zo'n schaal dat zo'n pensioenfonds er even een paar tientallen miljoenen in kwijt kan? Want dat is de schaal waarop die fondsen denken. Dan moet je de zorg privatiseren, wordt hier geroepen. Ik begrijp dat de zaal mee wil gaan discussiëren. Dat lijkt me een goed idee. Even kijken wie er allemaal iets zouden willen inbrengen. Ik zie hier vragen. Dus dat zijn meer vragen dan waar we tijd voor hebben. We beginnen eventjes daar en dan gaan we daar en dan één vraag hier. Ik hoor mezelf. Ik zat net te denken, maak je niet... Dat is heel irritant natuurlijk, maar een denkfout. Want als je even denkt, we zijn alleen maar Nederland en we weten dat het toekomstige zorgvraag is en daarvoor beleggen we, waarom zou je dan geen rendement hebben op die toekomstige pensioenen? Waarom is dat niet belegbaar dan? En dat zit dus wel heel erg in het stelsel en het feit dat een deel van die zorgkosten die worden gemaakt niet privaat zijn. Dat zijn publieke kosten uiteindelijk. En dat zit dus wel het is meer een stelselvraag. Dat zit wel heel erg in het stelsel hoe we dat neergelegd hebben. En het feit dat we het allemaal mondiaal doen. Maar is in feite een ondersteuning van wat Casper de Vries net riep. Als je de zorg privatiseert, dan kun je erin in investeren. Nou ja, dan moet de zorg dus ook wel winst mogen maken. Om uiteindelijk dat weer terug te betalen aan de geldschieters. Dat is één ding. Dat is in Nederland nog wel een lastige. En tweede is, een deel van de zorguitgaven is gewoon consumptie, zorgconsumptie. Daar is op zich niks mis mee, maar het gaat hier om investeringen. Ja, maar volgens mij is dat niet zo. Kijk, dus de zorgindustrie is volkomen niet kapitaalintensief. De langdurige zorg is niet kapitaalintensief en eigenlijk de curatieve zorg is ook weinig kapitaalintensief. Kapitaalintensiever dan langdurig, maar niet heel erg. De bulk van de kosten is gewoon arbeid. Arbeid, 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 arbeid. Allemaal, al die verpleegkundigen, dat is de bulk. Heel klein beetje specialisten. En dan hebben we natuurlijk nog farmacie en medische apparatuur. En die is al privaat. Hè. Dat zijn private ondernemingen die zowel die apparatuur als die farmaceuten leveren. Dus er wordt te weinig geïnvesteerd. Dat is gewoon een feit. In ieder geval is ook een feit dat we veel meer sparen dan dat er investeringsmogelijkheden zijn. En dat is niet in Nederland zo, dat is overal zo. Maar dat zou je ook mogen verwachten in een vergrijzende samenleving met een krimpende beroepsbevolking. Weet je, op een gegeven moment gaan bedrijven, als er gewoon de groei afneemt, en bedrijven gaan dan sturen op kaststroomoptimalisatie. Daar ga je dan op een gegeven moment op sturen als je een volwassen bedrijf bent in een volwassen markt die niet meer groeit. Dus dat verwacht je ook. Hè? Dus wat dat betreft kunnen we gewoon naar Japan kijken. Die 20 jaar in de demografie voorloopt. Daar hebben ze die crisis al in 1989 gehad in plaats van in 2008. Dat is gewoon het voorland. We hebben allerlei lessen die wij denken te weten over het kapitalisme, over de economie. Hebben wij geleerd in de tijd van bevolkingsgroei en groeiende beroepsbevolking. En we maken nu het kapitalisme mee onder in dat omslagpunt naar krimp. En inmiddels krimpt bijna de hele wereld zo'n beetje, behalve Afrika. En de rest krimpt al. En dan gedraagt het kapitalisme en de financiële markt en de kapitaalmarkten, die gedragen zich anders. En dat hoeft niet per se dramatisch te zijn. Het is, weet je, er is te leven met een rente van nul. Het gaat heel goed met Japan. Als je daar, het collega-panellid in het volgende panel komt er regelmatig. Er is mee te leven. Dus je kunt het ook andersom redeneren.
Er zijn weinig reële investeringsmogelijkheden. Daar zit logica in. Dus wat zijn dan de alternatieven? Dus als je per se in de zorg wil zitten, dan zou ik eerder denken aan wat je ook al zei. Die extreme productiviteitsverhogende investeringen. Gewoon de zorgrobot. Die moet er komen. En daar kun je natuurlijk best in gericht in investeren. Maar weet je, we sparen met z'n allen in Nederland. Weet je, er gaat gewoon 50 miljard per jaar naar pensioenen. 50 miljard krijg je niet kwijt in zorgrobots. Dat zijn hoeveelheden die wij wegleggen. Je bedoelt, we sparen te veel voor ons pensioen op dit moment. Dat zou je zeker kunnen stellen. Een volgende vraag daar achterin. Ja, goedendag panel. Meneer Fransman triggerde mij toen hij zei arbeid, 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 arbeid. En ik vroeg me af of het panel zou willen nadenken over het idee dat kleinere gemeenschappen, waarbij arbeid en het surplus van arbeid en de besluitvorming over de besteding van dat surplus in kleinere gezelschappen wordt georganiseerd. Ik wil altijd nadenken. Ja, dus de vraag is, zou het kleinschalige organiseren van politieke besluitvorming en het besteden van surplus een oplossing zijn? Nou, ik denk... Misschien Dirk, wil jij hierop reageren? Nou, ik wil alleen maar zeggen, ik ben heel erg voor lokale democratie. We zijn heel veel daarvan kwijtgeraakt, als je dat bedoelt. Maar dit is helemaal niet waar we het over gehad hebben. Dus het is een beetje omslag in de discussie. Nou, we hebben het natuurlijk over arbeid gehad. Dus ik begrijp wel dat er op dat spoor door wordt gewerkt. Maar misschien moeten we inderdaad wel... we komen daarmee wel weg van, erg ver weg van het geldstelsel. Het dus Robin vindt het heel interessant. Die mag één dingetje heel kort daarover zeggen. Als je mij vraagt met al die moderne problemen van het kapitalisme, wat kan echt bijdragen aan een wat hogere rente, wat hogere inflatie, wat meer koopkracht en wat meer investeringen, dan is het wel gewoon echt substantieel hogere lonen. En dat heeft denk ik op zich lokaal en kleinschalig is dan niet direct de oplossing. Wat mij betreft, wat we verloren hebben, is collectieve actie op nationale schaal, in de vakbonden, echte actiebereidheid op grote en nationale schaal. Dan zoek ik eerder dat soort activisme, gewoon in de vakbond, ouderwets, dan op lokale schaal. En dan kunnen die lonen omhoog en dan gaat het een hoop beter. Dankjewel, Robin. Ja, dat is inmiddels natuurlijk ook het standpunt van de premier en de president van de Centrale Bank. En ja, toch gebeurt het niet, dus actie. Een laatste, hele korte vraag daar. Misschien niet heel kort, maar... Het punt is namelijk, er wordt over pensioenen gesproken. Er is 17 miljard euro is er aan kapitaal, aan geld is er voor pensioenen. En dan vraag ik me, waar hebben we het over? Hebben we het toch over mensen die een leven hebben, die oud zijn, die nog een bestemming hebben? Ik vind, dat moet je besteden om mensen op een goede manier hun leven te kunnen laten leiden. En nu wordt er alleen maar gesproken over rendementen. En er zijn geen rendementen. Het sommige is helemaal geen geld. Dus ik ben het met die meneer eens. Organiseert een cultuur waarin ingebed is dat echt zorg is voor mensen. Dat de mensen weer toe doet. En niet alleen het geld. En ik vind het gewoon een non-discussie dit. Ja. Ik vind van geld maken en dan proberen daar wat mee te verdienen, dat is gewoon onzin. Ja. Nou, ik versta uw vraag eigenlijk als de centrale vraag die Dirk Bezem ook stelde. Van waar besteden we het geld aan? Wie gaat erover? Waar gaat het geld heen? En dat is natuurlijk ook bij de pensioenen inderdaad de grote vraag. Als allerlaatste, wil iemand nog reageren of een laatste uitsmijter? Dan sla ik Robin eventjes over. Kijk ik eventjes naar Dirk en Fieke. Sorry Robin, we raken een beetje in de tijdsnood, dus het moet streng zijn. Ja, ik wil nog even reageren op de opkomende indruk dat we nu in een hele andere economie zitten, dus dat het allemaal misschien ook wel normaal is. This time is different. Dat is het. In die zin is het niet normaal dat er gewoon onderzoek naar gedaan is. Van zo'n snelle schuldgroei, is dat nou goed of slecht voor de economische groei? En het is slecht voor de economische groei. Het is niet zo dat dit nu een niveau van schulden is die blijkbaar goed past bij de reële economie nu, wat ik heb horen zeggen. Dat is gewoon, dat kun je onderzoeken en dat is niet waar. Oké, dankjewel. Dank jullie allemaal. Graag een applaus voor het panel. Dankjewel.
De discussie gaat nog door. En dat is maar goed ook, als we het zo horen. Maar we gaan weer even een moment van luisteren inbouwen. En wel luisteren naar Josta de Hoog. Een senior onderzoeker van het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En zij heeft met Casper de Vries, die we net al hoorden, maar liefst 3 jaar gewerkt aan een studie. Uitmondend in aanbevelingen aan het kabinet. Over hoe we nou in Nederland met ons geldstelsel om moeten gaan. Wat voor alternatieven daarvoor zijn. Josta, mag ik jou uitnodigen? Dank. Dit is het rapport waar wij de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. En wat ook te vinden is op onze website, mocht u het willen lezen. En wat ik vandaag wil doen is eigenlijk 2 dingen. Even kijken naar hoe geldschepping in ons huidige systeem eigenlijk werkt. En hoe je zou moeten nadenken over alternatieven of oplossingen. Ten eerste de vraag, hoe werkt geldschepping? Wanneer we denken over geld, dan denken veel mensen al snel aan de zilveren munt. Of het briefje papier. Maar onze geldhoeveelheid bestaat voor 93% uit giraal geld en slechts voor 7% uit contant geld. En dat girale geld, dat is geld wat op de balans van een bank staat. Een hele simpele bankbalans, links ziet u de bezittingen, bijvoorbeeld de leningen van de bank, en rechts de verplichtingen, dat zijn de schulden die de bank heeft en het eigen vermogen. En dat girale geld, dat is dus eigenlijk een schuld van de bank aan ons. En hoe werkt die geldschepping nou? Stel, u wilt een auto kopen. U gaat naar de bank en u vraagt om een lening van 5000 euro. Als de bank die lening goedkeurt en u dat geld geeft, dan is op dat moment nieuw geld gecreëerd. Want wat er op dat moment gebeurt, is dat aan de rechterzijde van de balans komt er 5000 euro bij, dat is het geld op uw rekening. En aan de linkerzijde van de balans komt er ook 5000 euro bij, dat is een bezitting van de bank. En dat is de lening die u moet terugbetalen. En zo wordt dus steeds, als er nieuw geld wordt gecreëerd, als er een lening wordt verstrekt, komt er nieuw geld bij. Nu is dit uiteindelijk niet een totaal ongeremd proces. Er zit geen absolute grens aan in ons systeem. Maar er zijn wel een aantal factoren die invloed hebben op hoe snel deze geld- en schuldgroei plaatsvindt. Ik noem er 3. De eerste belangrijke factor is het gedrag van burgers en bedrijven. Als er geen vraag is naar leningen, dan wordt er ook geen nieuw geld gecreëerd. En stel dat u die 5000 euro terugbetaalt, dan krimpt de geldhoeveelheid ook weer. De tweede factor zijn de balansrisico's voor bedrijven. En er zijn eigenlijk 2 typen risico's die van belang zijn. Aan de ene kant is dat wat het liquiditeitsrisico wordt genoemd. Dus die leningen kunnen in waarde dalen. En als die leningen in waarde dalen, dan moet dat opgevangen worden met het eigen vermogen. Dus een bank moet voldoende eigen vermogen hebben en daar is ook wetgeving voor. Het tweede type risico is wat een liquiditeitsrisico wordt genoemd. En dat gaat erom wanneer geld contant wordt opgenomen of wanneer geld naar een andere bank wordt overgemaakt, dan heeft de bank daar centrale bankreserves voor nodig. En die dalen. En dat zijn eigenlijk de 2 belangrijke risico's waar een bank mee te maken heeft als er nieuw geld wordt gecreëerd. De laatste belangrijke factor die invloed heeft op geldcreatie in onze samenleving is het monetair beleid. En de rentes die de centrale bank hanteert, die hebben via heel veel verschillende kanalen, en met een mooi woord wordt dat monetaire transmissie genoemd, uiteindelijk invloed op de rentes die wij betalen, die wij krijgen, en daarmee ook op de geld- en schuldcreatie. Nu eigenlijk, hoewel heel veel mensen zich niet realiseren hoe geldcreatie plaatsvindt in ons huidige systeem, is dit niet nieuw. Geldcreatie vindt eigenlijk zo al een hele tijd plaats. Maar er zijn wel 3 ontwikkelingen geweest de afgelopen 50 jaar die er toch voor hebben gezorgd dat er minder remmen zijn op geldcreatie. De eerste is de veel grotere rol van giraal geld. Na de Tweede Wereldoorlog bestond ongeveer 50% van onze geldhoeveelheid uit contant geld. En nu is dat dus nog maar ongeveer die 7%.
De tweede belangrijke ontwikkeling is het verdwijnen van de publieke betaal- en spaaropties. Denk aan de Postbank en vooral haar voorlopers, de Postcheck en Girodienst en de Rijkspostspaarbank. De derde belangrijke ontwikkeling is de uniformering van het bankwezen geweest. Waar we in de jaren 60-70 nog heel veel verschillende type banken hadden in Nederland, zijn we eigenlijk terechtgekomen in een systeem waar drie grote banken domineren. Het zijn uiteraard niet de enige banken, maar die wel een hele dominante rol hebben gekregen in ons systeem. En wat je dus ziet is dat door deze drie ontwikkelingen zijn die risico's van geld- en schuldcreatie voor banken veranderd. Het risico voor een bank dat nieuw gecreëerd geld weggaat naar een andere bank of als contant geld wordt opgenomen, is minder geworden. En omdat die grote banken ook een soort van impliciete staatsgarantie hebben, is ook het risico dat zij failliet gaan afgenomen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat die remmen op geldschepping en kredietverlening minder zijn geworden. Maar dit zijn processen die vrij geleidelijk zijn gegaan. En daarom zijn ze ook niet altijd opgemerkt. En ook niet opgemerkt welke invloed dat eigenlijk heeft op onze geldschepping en op onze schuldcreatie. In het rapport, ik zal daar heel kort over zijn, beschrijven we eigenlijk twee kernproblemen van het huidige systeem. De eerste is al uitgebreid aan bod geweest. Dat is het hoge schuldenniveaus en de volatiliteit van kredietverlening. En er wordt dan regelmatig gezegd, ja, maar die hoge schulden zijn geen probleem, want we hebben er bezittingen tegenover staan, of want de terugbetalingsmoraal in Nederland is heel erg hoog. Die terugbetalingsmoraal is ook heel hoog. Maar je ziet dat hoge schulden macro-economisch gezien toch een probleem vormen, omdat het leidt tot een groter risico op crisis, een langer herstel na crisis. En inderdaad, zoals Dirk Bezemer ook al zei, een onevenwichtige economische groei. De tweede kernprobleem is dat die publieke dimensie van banken onvoldoende is geborgd. Doordat we eigenlijk nu 93% giraal geld hebben, en dat we eigenlijk afhankelijk zijn geworden als samenleving van drie grote banken, hebben die banken heel erg een publiek karakter gekregen. Maar tegelijkertijd is dat niet voldoende geborgd in wetgeving. We doen een heel aantal aanbevelingen in ons rapport op hele verschillende punten, want dit is een complexe problematiek die we niet met één oplossing gaan veranderen. Maar ik wilde er even één uithalen, omdat die specifiek voor vanavond relevant is. We zeggen dus, diversiteit in de financiële sector is ontzettend belangrijk. En het is niet alleen belangrijk om consumentenprijzen, wat vaak wordt geroepen, of dan hebben we een lagere hypotheekrente. Maar het is ook belangrijk omdat het de veerkracht van het systeem als geheel vergroot, omdat je minder afhankelijk bent van een aantal banken. Maar ook dus omdat meer diversiteit in het bankenlandschap eigenlijk een betere rem vormt op overmatige geld- en schuldcreatie. En een van de voorbeelden die we daarbij noemen, die ook in de media veel aandacht heeft gekregen, is het faciliteren van een betaalbank of het digitaal centrale bankgeld. En daarmee stellen we dus niet een volstrekt nieuw geldsysteem voor, maar eigenlijk een update van contant geld, zou je digitaal centrale bankgeld kunnen noemen. Omdat je daarmee eigenlijk een nieuw anker creëert in het huidige geldsysteem. Uiteraard doet het ook iets met de rest van je systeem. Dit is ook niet iets wat je van vandaag op morgen moet invoeren. Dit vergt wel een zorgvuldige voorbereiding. Omdat ook de andere banken tijd moeten hebben om zich daarop aan te passen. Tot slot. Het thema van de avond is van goud tot libra. De toekomst van ons geldstelsel. En wat wij hebben gedaan in ons rapport is ook kijken naar de geschiedenis van ons geldstelsel. Hoe heeft ons geldstelsel zich eigenlijk in de loop van de jaren ontwikkeld? En welke lessen zijn er eigenlijk uit te trekken als je nadenkt over de toekomst van ons geldstelsel? Ten eerste, dat zal u niet verbazen, geld is gebaseerd. Geld functioneert alleen als er vertrouwen is. Maar het interessante aan vertrouwen, dat is even ongrijpbaar of misschien nog wel ongrijpbaarder als geld. Het is heel lastig, je kunt niet precies van tevoren voorspellen wanneer vertrouwen ontstaat. Dus dat moet ook ontstaan in een situatie met betrouwbare instituties bijvoorbeeld. En er zijn heel veel verschillende manieren geweest ook in de geschiedenis waarop dat vertrouwen vorm kreeg. Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat voor dat vertrouwen is een stabiele waarde nodig. Want voor geld als ruilmiddel, als oppotmiddel, is het heel erg belangrijk dat het geld een redelijk stabiele waarde heeft. En zolang er dus niet een soort stabiele waarde gecreëerd kan worden, is het ook heel lastig om als geld te gaan functioneren. En dat heeft te maken met het volgende. Alle geldstelsels zijn heel erg een soort
evenwichtszoektocht geweest tussen flexibiliteit en rigiditeit. Soms lijkt het heel erg aantrekkelijk om te zeggen, we gaan terug naar goud. We hangen ons geld aan goud en dan hebben we een waardevast stelsel. Maar juist in de tijd dat geld gekoppeld was aan goud of aan zilver, was het helemaal niet zo waardevast. Want als er een nieuwe goudmijn werd ontdekt, of als een ander land overstapte van de ene standaard op de andere standaard, had dat veel effect op de prijzen in ons land. Maar aan de andere kant wil je ook niet... En er is nog een probleem met rigiditeit. En dat is, op het moment van crisis heb je altijd extra liquiditeit nodig. Dan moet je een soort extra geld kunnen creëren. En als je dus een te rigide geldsysteem hebt, dan verergert dat je crisis. Maar aan de andere kant wil je ook niet een te flexibel geldsysteem, want dan gaan die schulden omhoog, dan gaat de geldcreatie omhoog en dan krijg je de bubbels waar ook al over is gesproken. En de laatste les uit die geschiedenis is: het geldsysteem is geen eiland. En op twee manieren is het geen eiland. Je kunt niet nadenken over een geldsysteem zonder na te denken over de rest van je financiële systeem. Dus de manier waarop het geldsysteem functioneert heeft ook consequenties voor de manier waarop kredietverlening plaatsvindt. En het is ook geen eiland in de zin dat het bij uitstek iets is waar we altijd heel erg afhankelijk zijn geweest van het buitenland. Bijvoorbeeld met die goudstandaard. Dus als een ander land overging, had dat direct effect hier. Maar ook voordat wij onderdeel uitmaakten van de euro, keken wij bijvoorbeeld heel erg naar wat de Duitse Centrale Bank deed. Dus je bent met je geldsysteem nooit een eiland. En daarom zou ik graag 3 vragen meegeven voor de discussie wanneer we het hebben over andere geldsystemen. Welk probleem lost het op? Hoe wordt een stabiele waarde bereikt? En hoe hangt het eigenlijk samen met de rest van het financiële systeem? Bedankt. Dankjewel, Josta. Mooie adviezen en belangrijke vragen. Mooie adviezen die dus nu liggen bij de Tweede Kamer. Er is inmiddels een kabinetsreactie gekomen. Josta gaat zeker niet deelnemen aan het panel, dus dit is wel het moment om vragen aan Josta te stellen. Ik zie daar een vraag. Ik kijk even snel of er nog meer vragen zijn. En daar in het midden nog eentje. Ja, dan kom ik even naar u toe. Wanneer is dat die geldcreatie door banken ontstaan? Want door de eeuwen heen hebben banken eigenlijk alleen maar uitgeleend wat ze in huis hadden. Dus als ik geld bij de bank leg, dan kon die dat uitlenen. In de eeuwen door hebben geldverstrekkers vaak veel geld in huis gehad waarvan ze konden lenen. Het interessante is, dat is een heel intuïtief idee. Dat banken die lenen hier geld en die geven het daar uit. Of die lenen het daar uit. En toch is het al heel lang zo dat het niet zo is. Want bijvoorbeeld onze briefjes, die al even eerder te sprake kwamen, dat waren ook oorspronkelijk een soort van leningen. Die briefjes had je in huis en die kon je weer uitlenen. Maar nu zijn er geen briefjes, wordt er een huis tegenover gezet of iets anders. Dus dat is een verschil. Ik bedoel, in mijn jeugd zette ik 100 gulden op de bank en die kon de bank uitlenen. Maar nu hoeft dat dus niet meer. Nee. En wanneer is dat? En het interessante is, zelfs in uw jeugd, als u, ik weet niet hoe jong u ging lenen bij de bank of uw ouders, maar als die bracht geld, dat is heel mooi. Maar geld werd op dat moment ook gecreëerd met het verstrekken van leningen. Dat is dus wel al echt een tijd zo. Ook in die tijd konden andere ondernemers geld lenen bij diezelfde bank. En dat geld was niet altijd geld wat door iemand eerst de bank naar de bank was gebracht. Dat is natuurlijk. Waar kwamen dan de briefjes vandaan? Dat is een gouden standaard. Waar komen de briefjes vandaan? De briefjes worden. Dat is een goede vraag. Dus de briefjes worden door de centrale bank gemaakt. Dat was toen ook zo. In Nederland is dat wat anders. In veel andere landen deden eerst commerciële banken de bankbiljetten en is dat later genationaliseerd. Zoals in Engeland of in Zwitserland, in de Verenigde Staten. En in Nederland zijn de briefuitgifte is wel voornamelijk meteen door de centrale bank. Niemand in deze zaal heeft nog meegemaakt dat het briefgeld niet van een centrale bank afkwam. Dat was daarvoor
nog wel eens het geval. Overigens, want ik denk dat we het wel even hierbij moeten laten wat deze vraag betreft, maar dat WRR-rapport is wel terecht geroemd. Ook op de manier waarop het juist die historische blik geeft en uitlegt hoe dat allemaal zich heeft ontwikkeld. Dus, en ook dat is gratis te downloaden en misschien een exemplaar in Den Haag op te halen. Casper de Vries, tevens auteur van dat rapport, die wil hier nog iets aan toevoegen. In de 19e eeuw zat er wel veel meer kapitaal in een bank. Dus dan was ongeveer 50% wel gedekt. En dat is langzamerhand omlaag gegaan. Ja, dus het eigen vermogen in banken, dat is inderdaad... En dat is redelijk schrikbarend als je die plaatjes, grafieken daarvan ziet. Ontzettend naar beneden gegaan. Met name ook de laatste decennia. Een laatste vraag daarachter. Pardon. Ja. Mijn naam is André van der Veen. Jullie voorstel was om een depositobank op te richten. En ik vroeg mij even af, is dat wereldwijd al niet aan de gang? Alle centrale banken over de hele wereld zijn de laatste jaren enorm veel goud aan het kopen. Sinds mei is dat helemaal van de dollar. De goudprijs stijgt met 7% per maand. Wat is hier aan de hand? Zijn de banken, de centrale banken over de hele wereld, commerciële instanties zijn dat, zijn die niet bezig om een digitaal systeem op te zetten? En nu al goud aan het inslaan om dat uit te gaan rollen op het moment dat het helemaal fout gaat met de Deutsche Bank en de Italiaanse banken? Wat wij voorstellen, dus inderdaad zo'n depositobank, dat die gefaciliteerd zou moeten worden, dat is een bank die dus als bezittingen puur centrale bankreserves heeft. Maar wij stellen niet voor dat die centrale bankreserves gekoppeld zijn aan goud. Dus dat antwoord dat weet ik niet. Nee. Ik weet niet of het gebeurt. Dat is ook niet wat er nu gebeurt. Nou, dat is niet wat er wordt gebeurd. Centrale banken zijn jarenlang bezig geweest juist goud te verkopen. Nu ligt dat een klein beetje stil, maar ze zijn absoluut niet goud aan het inkopen. Dus... Ik denk dat we hier dus de cijfers bij moeten gaan halen. Dat gaat nu niet lukken, dus ook dit is voor later. Josta, mag ik jou heel hartelijk danken. En dan is het tijd voor het tweede panel. Dan wil ik graag hier uitnodigen om te beginnen Maarten Schinkel. Eigenlijk bekend als journalist van het NRC en vooral ook economisch commentator daar. En in mijn research voor deze avond ontdekte ik dat jij zelfs bij de Quote bent begonnen. Dat nog in de tijd voor Jort Kelder. Heb je Jort Kelder daar nog binnen gehaald destijds? Of? Nee, ik kwam als stagiair. Hij kwam als stagiair. Kijk, nou, dat is ook een mooi onderwerp voor bij de borrel straks. Dan wil ik uitnodigen Martijn Jeroen van der Linden. Lector New Finance in Den Haag, op de hogeschool daar. Maar daarnaast vooral ook voorzitter van de stichting Ons Geld. Stichting die misschien wel aan de wieg heeft gestaan van dat dikke WRR-rapport... door dat hele onderwerp heel hoog op de agenda te zetten. En dan Marleen Sticker van de Waag Society hier in Amsterdam. Die de vinger op de pols heeft wat betreft alle ontwikkelingen rondom de ICT, big data. En daarmee ook steeds meer de laatste ontwikkelingen rondom het geld. De Libra, waar we deze avond mee gaan eindigen. Maar misschien voordat we daar naartoe gaan. En dan kijk ik even naar jou, Martijn. Het WRR-rapport is verschenen naar aanleiding eigenlijk van een actie die jullie op touw hebben gezet. En komt met een aanbeveling die, zoals Josta de Hoog ook aangaf, heel veel discussie heeft losgemaakt rondom een betaalbank, betaalinstelling. Wat zijn jouw gedachten over die oplossing? Wij zijn burgerinitiatief Ons Geld begonnen om drie dingen op de politieke agenda te zetten. En dat zijn publieke geldcreatie, digitaal contant geld en het liberaliseren van het kredietwezen. En als je naar het WRR-rapport kijkt, dus een van die aanbevelingen van digitaal centrale bankgeld, lijkt dus heel erg op dat digitale contante geld. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En wij denken ook dat dat een hele zinvolle stap is om langzaam maar zeker naar een ander stelsel toe te gaan.
En om verschillende redenen is het interessant. Dus enerzijds macro-economisch, dat je een disciplinerend effect kan hebben op bestaande banken, omdat je een digitaal alternatief hebt. En anderzijds kun je nu dus in de economische realiteit, zie je steeds meer met de negatieve rente dat er ook behoefte komt aan een alternatief, waar je gewoon geld voor 0% kunt bewaren. Maar ook als je kijkt naar banken die steeds meer regelgeving krijgen en steeds meer, zeker met de ken-uw-klant-processen, steeds meer daar tijd aan kwijt zijn, dat zou je op een andere manier kunnen inrichten. En daar biedt het WRR-rapport dus een opening voor. Dus in die zin zijn we daar over te spreken. Oké. En Maarten, in jouw krant las ik volgens mij een kritisch commentaar op dit voorstel van de WRR. Had jij dat geschreven? Nee. Nou, dan kunnen we vrij uitspreken. Hoe kijk jij aan tegen dit voorstel? Ik denk dat we dan mentaal even terug moeten naar 2008, naar de herfst van 2008. Dat is misschien een beetje weggezonken, maar toen was er echt de sfeer van, het kan echt allemaal heel erg fout gaan. En wat zonde is het en wat riskant is het eigenlijk. Wat riskant is het eigenlijk dat er geen giro-rekening is, hè, risicovrije giro-rekening meer is voor mensen om gewoon hun geld op te zetten. Ja, dat zou ontzettend veel paniek hebben voorkomen als het echt fout was gegaan. En we waren daar toen echt vrij dichtbij. Dus ik vind het alleen al vanuit het oogpunt van maatschappelijke rust, vind ik het een goed plan. En welke vorm het dan krijgt, hè, of je dan dat een soort semi-staatsbank maakt, of dat direct bij de centrale bank doet, dat maakt me niet zo erg veel uit. Het tweede biedt waarschijnlijk internationaal wat meer mogelijkheden. Maar het is heel lastig om uit te voeren, omdat je dat daar natuurlijk in Europa allemaal over eens moet zijn. Want de Nederlandse bank is nou eenmaal lid van het Europese stelsel van centrale banken. Dus je moet wel iedereen aan boord hebben om dit überhaupt te kunnen doen. Dus zo dichtbij is het niet. Want wat is jouw verwachting? Hè? Want zoals ik zei, in jouw krant stond een vrij kritisch commentaar op dit plan. Mm. En eigenlijk was dat bij de meeste kranten was dat het geval. Mm. In de Tweede Kamer heb ik ook nog niet gehoord dat er nou een enorme juichende meerderheid hiervoor voor te vinden is. Wat zijn jullie verwachtingen over hoe dit idee nu verder gaat? Wat jullie toch eigenlijk allemaal een goed idee lijkt? Dat wordt natuurlijk ook aangestipt door de auteur. Als je verandert hier aard en wezen van de rest van het financiële stelsel mee. Nederlandse banken zijn er al aan gewend dat ze eigenlijk relatief heel weinig deposito's aantrekken van het publiek in vergelijking met andere landen. En dus heel veel al op de geldmarkt moeten inlenen om te kunnen functioneren. Dat valt dan bijna helemaal weg. Hè. Je krijgt dus echt andere, andersoortige banken met een heel ander risicoprofiel. Aan de andere kant, Mark Carney, de voorzitter van de Bank of England, heeft onlangs een idee gelanceerd om, nu we wereldwijd de verhoudingen veranderen en ook de verhoudingen tussen valuta's veranderen, dat central bank digital currency een manier zou kunnen zijn om te komen tot een soort gemanagede multipolaire wereldmunt. Dit klinkt ontzettend hemelfietsend. Ja. Maar het is wel iets wat in de naaste toekomst natuurlijk gewoon nodig gaat zijn. Want ook daar veranderen de verhoudingen. En het feit dat je dan met centrale banken een soort gelijkluidend systeem maakt, maakt de overgang dan wel veel makkelijker. Ja. Hij maakt het eigenlijk nog een stukje ingewikkelder, hè, door te zeggen van je zou eigenlijk met meerdere centrale banken tegelijkertijd zo'n munt moeten gaan creëren. Het is een tool, het is een gereedschap om dat te kunnen doen. En dat is natuurlijk niet makkelijk, want dan moet je iedereen wereldwijd aan boord mee hebben. En ook de Amerikanen die daar een verlies van invloed en macht van zouden kunnen ondervinden. Zou je het niet zonder de Amerikanen kunnen doen? Nou, als je kijkt hoe Amerika zijn eigen sancties afdwingt via het feit dat iedereen in dollars moet handelen en dus onderhavig is aan het Amerikaanse justitiële systeem, dan kan ik me die neiging wel af en toe voorstellen. Ja. Ja. Dat is al wel genoemd, hè, in Europa. Van we zouden eigenlijk een betaalsysteem los van de Amerikanen moeten hebben. Er wordt een soort van aan gewerkt, ja. In verband met die Iran-sancties. Ja.
Marleen Stikker, even jouw kennis over wat er zo al mogelijk is op dat terrein. Want een van de kritiekpunten die ik wel hoor is van... goh, centrale bank, digitaal geld, mooi idee. Maar de Nederlandse Belastingdienst die kan al zijn eigen IT-systemen niet op orde krijgen. Hè? Moeten ze dan ook nog eens een keertje dit willen gaan doen? Is dit volgens jou een mission impossible voor een centrale bank... om zoiets als dit te gaan organiseren? Volgens mij is de Belastingdienst niet de centrale bank, maar... Maar dan nog... Dat klopt. Maar vanuit het idee van als de Belastingdienst het niet publieke kan... publieke instellingen en grote ICT-projecten... betekent dat nog niet dat de centrale bank het niet kan. Maar nee, kijk, op zich... het plan van Facebook... om zo'n soort munt, een digitale munt... wereldwijd te introduceren... en dat technologisch rond te kunnen krijgen... Dan heb je het over dat private initiatief van technologisch Facebook kan, om de Libra. De Libra. Dus het initiatief van Facebook om met partners een digitale munt te ontwikkelen die je wereldwijd dan kan toepassen. De vraag, is dat technologisch mogelijk? Ja, het is zelfs zo dat wij zitten in een groot Europees programma Decode, waar we kijken hoe mensen weer hun soevereiniteit kunnen terugwinnen in het digitale domein. En een paar mensen die daar mee hebben gewerkt aan Ledger, Bitcoin-achtige technologie. Die heel slim zijn en heel goed zijn. Die zijn helaas nu onderdeel geworden van dat consortium van Facebook. Dus ja, ik geloof dat dat kan. De goede mensen zitten daar technologisch gezien mee aan tafel. Of we dat dan in Nederland of de Centrale Bank in Nederland ook kan. Of dat we dat in Europa zouden kunnen... Dat zijn overigens Europeanen, dus de kennis daarover hebben we ook hier in Europa in huis. Dus ook zelfs hier in Nederland hebben we dat. Met jaremildine.org, dat zijn echt mensen die weten hoe dit moet. De vraag is of we dit willen en wie dan, als het kan. En met Bitcoin zien we natuurlijk, dat is dan geen stablecoin. En van dingen als de oplossing van Libra en andere variaties zijn... dat ze wel degelijk gekoppeld zijn aan de yen en de euro en de dollar... zodat die niet alle kanten op kan gaan qua waardeontwikkeling. Dus het zou een iets veiligere munt kunnen zijn voor mensen. Maar mijn probleem eigenlijk met dit hele verhaal is niet zozeer of het kan of... het is wie doet het, wat is de toezicht erop... Wat is de accountability van die partijen? En als dan even dat verhaal over Facebook, dat is dus degene die je het laatste op deze plek moet zetten. Dus dat traject zou ik met alle macht proberen te voorkomen. Ik ben ook niet, geloof ook niet dat de combinatie met Visa en al die andere partijen nou werkelijk gaat leiden tot een munt waar ik vertrouwen in zou hebben. Ik geloof heel erg sterk in die publieke kant. En dat zou je ook heel goed vanuit die digitale munt kunnen doen. En ik denk, misschien is het toch echt wel serieus om dat vanuit Europa wel te doen. En dat heeft wel mee te maken. En dat is een vraag die me de hele avond al meespeelt. Want we praten steeds over het stelsel en dan praten we over pensioenen. Het eerste gesprek ging daar heel erg over. En dan denk ik, ja, we zijn dus bezig om... We hebben het over sustainism in de zin van dat we datgene wat er is willen behouden... En tegelijkertijd vertelt, gisteren zat ik hier op hetzelfde podium in en zeg, we hebben nog 3 jaar. En dan is gewoon, dan is het 2 graden, 5 graden. Dan gaan heel veel mensen dood. En dan gaan alles. Dus is er ergens een soort climate crisis. Wat op ons afkomt, waar we in schuiven. En tegelijkertijd praten we over hoe we de pensioenen in 2050 gaan terugbetalen. En de vraag is, waar moeten we in investeren? Dus en een heel groot deel van dat geld scheppen is een verhaal. Is een narratief waar we in geloven. Het is een greep door het verlies van de toekomst, zoals Varoufakis dat beschrijft. Dus het is het verhaal waarin we geloven. Dat is dat vertrouwen wat erover gezegd wordt. We vertrouwen erop dat als wij geld scheppen, dat over een aantal jaar weer terugbetaald wordt. En dat is wat analisten en wat net gezegd wordt... wat dus private partijen met hun klanten met elkaar aan het bedisselen zijn... dat ze denken dat dat zo is. En als je kijkt naar het narratief waar dat geld op dit moment op wordt gebaseerd... SoftBank investeert 100 miljard in partijen als Uber en WeWork... die geen winst maken, integendeel miljarden verliezen maken... maar ondertussen wel onze kritieke infrastructuren overnemen... die vastgoed overnemen in alle Europese landen of wereldwijd... Dus ondertussen wordt er met dat soort gecreëerd geld onze reële economie opgekocht. Op basis van het idee dat dat in de toekomst die waarde zal hebben. En we zijn dus nu eigenlijk gewoon al onze assets al kwijt.
En niemand houdt controle. Oh. Yeah. Maar er zit geen controle op dit moment op dat SoftBank is Japanse, nou niet eens een bank, maar een, die haalt geld op bij de Saudi-Arabische kroonprins. 45 miljard oliegeld zit er nu, wordt nu gepompt in het opkopen van vastgoed hier in Nederland. In het opkopen van hotels, opkopen van datacenters, opkopen van havens, opkopen van... Dus ik vraag me af of dat gesprek hier niet moet gaan over het narratief op basis waarvan dat geld gecreëerd wordt. En als er dan geld geschapen wordt, en dat systeem zullen we moeten hebben. Dus ik ben niet tegen geldcreatie, maar het narratief waarop het gebaseerd wordt. En wie analyseert dat? En daar zit maar dat toezicht erop, maar ook het verhaal van onze toekomst. Daar moeten we aan gaan werken. En ik verwacht eigenlijk dat een publiek bankstelsel zich daarop moet verantwoorden. En dat je dus geeft ook kan zeggen, dit type geld, dat soort miljarden, of bedrijven die met dat soort miljarden zijn gefinancierd, die accepteren we niet. Maar dan heb je een heel ander soort denkwereld nodig en een heel ander soort toezicht op geld scheppen en geld toepassen. Ja, dan misschien ook nog een toevoeging. Dus wat ik heel erg mis in het WRR-rapport, maar ook in het boekje van Dirk Bezemer, is dat in mijn ogen is digitalisering de belangrijkste drijfveer voor verandering. Dus dat biedt heel veel nieuwe mogelijkheden en daar moeten we inderdaad over nadenken. Dus we moeten vooral vooruitkijken hoe we het willen. Dit is dus precies het probleem. Want? Dat is een fake verhaal, dat digitalisering zoveel op gaat brengen. Nou ja, nee, dat heeft geen cent toch opgeleverd. Al die bedrijven, dus al die Ubers, die zo... Dus als wij zeggen, we gaan... Maar dit gaat over het geldstelsel. Dus het geldstelsel, als je kijkt naar het geldstelsel, dan zie je dus dankzij digitalisering, dus je kunt zeggen er is steeds meer giraalgeld gebruikt, maar giraalgeld is gedigitaliseerd en het contante geld niet. Dus in een digitale wereld zijn we steeds meer giraalgeld gaan gebruiken omdat het gewoon makkelijk is voor betalingen. Daarnaast hebben we de goudstandaard afgeschaft, dus die is losgelaten, dus we hebben eigenlijk geen vaste anker meer. Daarnaast als je kijkt naar alle geldmarkten en ook het hele systeem van schaduwbankieren, dat kan eigenlijk alleen maar bestaan in een digitale wereld. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de Libra, dat kan alleen maar dankzij digitale technologieën. En ook het idee van een central bank digital currency of digitaal contant geld is een digitale variant van geld die nog nooit heeft bestaan. Dus daar willen we dan over nadenken of een politiek debat over hebben. Hoe zouden we dat dan moeten inrichten, zo'n vorm van geld? En wat voor soort toezicht hoort daarbij? En wat voor soort governance hoort erbij? Dus daar zou in mijn ogen heel erg het debat op moeten richten. En zeker in landen als Nederland, waar het geld heel snel digitaliseert. Dus waar we steeds meer digitale betalingen hebben en steeds minder fysieke betalingen. En bijvoorbeeld in Zweden, de Riksbank, ik ben er afgelopen zomer ook op bezoek geweest, daar zijn ze dus eigenlijk veel actiever op zoek van hoe zou het anders kunnen. Ze zien daar een spiraal van steeds minder publiek geld, dus steeds minder cashgebruik. En hoe zouden we dan het digitale geld moeten inrichten? En ze hebben daar verschillende varianten waarmee ze gaan mee experimenteren. En volgens mij moet het heel erg die kant op. Dus veel meer vooruit dan naar achter kijken. En ja, wat komt er op ons af en hoe moeten we daarop reageren? En de Libra is denk ik echt een call to action geweest naar veel centrale bankiers toe. Je ziet er ook echt een draai in het denken. Dus waar eerst de Bank of International Settlements een rapport publiceerde. Nou ja, dan moeten wij niet aan beginnen aan Central Bank Digital Currency. Toen Libra met het plan kwam, stond 2 dagen later in de Financial Times stond Carstens, de baas van de BIS, met een artikel dat het snel geïmplementeerd zou moeten worden. Dus je ziet dat die druk van private partijen ook druk legt bij de centrale bank om in beweging te komen. Dus ik verwacht daar de komende jaren veel activiteit. Ja, en dan is de Libra, die is er nog niet eens. Hè? En in China heb je dergelijke systemen wel al up en running. Ik vond het wel interessant ook wat Marleen zei. Dus misschien is dat dus ook een reden waarom je als Europa hier juist iets tegenaan moet zetten. Ja, wat Maarten refereerde naar Mark Carney, zijn speech, die het inderdaad heel internationaal trekt. Wat misschien ook wel het allermooiste zou zijn als de hele wereld met elkaar zou samenwerken. Maar als dat nou niet lukt, is dit dan iets wat je ook gewoon eigenlijk om geopolitiek... politieke overweging als Europa moet zeggen, wij hebben ook een eigen betaalsysteem nodig. Want als we dit gat niet gaan vullen, dan springen de Chinezen, de Amerikanen erin. En dan zijn we nog verder van huis. Ja, kijk, ik denk dat je met de Libra ook praat over macht. Ik zie Dirk Bezemer knikken daar. Als Facebook een miljard of een paar miljard klanten aan de betalingen kan brengen. En zelfs als wij hier denken, nou, dat Libra, dat moeten we niet, maar in Oost-Afrika gaat men ermee betalen,
dan krijg je binnen zo'n land een macht. Stel je voor dat Facebook zich met een nieuw Cambridge Analytica-achtig schandaal misdraagt. Maar tegelijkertijd is een groot deel van het betalingsverkeer loopt al via Facebook. Dan kan je zo'n bedrijf helemaal niet meer aanpakken, want dan stort je maatschappij in elkaar. En ik vind dit onderwerp is echt veel te belangrijk om aan dit soort particuliere initiatieven over te laten. En bovendien is natuurlijk de geschiedenis van Mark Zuckerberg is er een van verbroken beloftes. Ik geloof geen woord van wat die man zegt. Inclusief het feit dat, zoals Libra nu kennelijk wordt opgezet als een munt waarbij voor elke in omloop gebrachte Libra er een harde valuta tegenover staat. Het doet denken aan een currency board, hè, zoals Argentinië die had tot 2001. En langzamerhand bleken er toch iets meer peso's in omloop te komen dan er dollars in de kluis waren. En dat ging natuurlijk op een bepaald moment ging dat fout en dat werd echt een enorme crisis. Ik heb een keer een scenario documentaire gemaakt voor de VPRO, waar de hele zaak instortte en men elkaar betaalde met pakjes sigaretten op het laatst. Dat voorbeeld had ik van Buenos Aires uit 2001. Het was echt heel erg. Maar in ieder geval, het feit dat Facebook nu belooft dat men een soort currency board-achtig systeem gaat introduceren, daar geloof ik geen snars van. En bovendien, wat belet Facebook later om kredietverlening te gaan doen? Ja. En dus aan geldschepping te gaan doen? En zo krijg je, move fast and break things, maar liever niet met het financiële systeem. Helder. Wat misschien nog even aanvullend is dat, ik denk wat in 2008 gebeurde en waar ook ons geld een hele duidelijke exponent van is, is dat heel veel mensen eigenlijk nog een beetje in de postbank sferen zaten. Dus, en dat er nog echt goud op de goud was, lag in de bank. En dan, nou ja, een beetje waar we net over hadden. Waar komt die briefjes vandaan? Nou, dat is gewoon een equivalent van goud die op de bank. En dat ik heb al heel lang dacht je nog, het postbank is een publieke infrastructuur. En pas dat het in 2008 duidelijk werd, of dat iedereen tot überhaupt dat geldcreatie schuld is, was echt een kronkel. Ik weet niet of iedereen hem nu nog, het kost elke keer even, moet je, oh ja, het is een kronkel die je moet maken, dan snap je hem. Als je het ziet, dan begrijp je het of zo. Zo'n versie van Cruijff is het. Maar als je, maar het probleem dat eigenlijk ons die macht over geldcreatie in bij private partijen zijn, dat banken private partijen zijn. En dat banken op dit moment merkwaardige spelletjes spelen. Nee, we hebben net werd even de Deutsche Bank genoemd, die dan wel iets weet van Trump en wat miljarden erin heeft, of miljoenen, of weet ik wat, gestopt heeft in zijn imperium. En ook iets met Saoedi-Arabië en ook iets met oliegeld. En iets, dat spel, dat is, nou, ik denk dat we allemaal weten dat het ongelooflijk verrot is. Dat we het niet meer vertrouwen. Dat die hele transitie die we nodig hebben bijna niet mogelijk is, omdat die belangen zo groot zijn. En dat al dat oliebelangen nu in die data-infrastructuur is gaan zitten. En in die data is gaan zitten, want data is goud, data is olie. En we dus nu onze digitale wereld net zo verrot is als de wereld rondom onze energievoorzieningen en dergelijke. Dus ik denk dat het vertrouwen in die private partijen echt beneden, nou, laten we zeggen beneden nul, heel braaf. Niet dieper dan dat, maar het is er niet. En om dan te bedenken dat je een toekomstige munt, digitale munt, aan private partijen die al hebben laten zien dat ze niet te vertrouwen zijn. En die zelf, moeten weer terug naar wat wij denken wat een democratische, door citizens led, of zeg maar, bijna de burgermunt moeten we terug hebben. Het moet het vertrouwen weer ergens anders op baseren. En dat vertrouwen kan je niet meer leggen in daar waar we tot dusver het vertrouwen hebben gelegd. En dat in combinatie met een gigantische transitieopgave die we hebben, zou ik denken dat we nu banken nodig hebben en geldscheppen nodig hebben en een digitale munt die in het kader staat van hoe wij die toekomst dan zien.
En dat is dus in de reële economie. Dat is ook niet in digitale services. Dat is niet die hele mobiliteit as a service of autonome systemen of artificiële intelligentie. Waar op dit moment bijna, dus als ik nu kijk naar waar alle investeerders en pensioenfondsen en dergelijke allemaal zich op richten, dan is het die gigantische digitale bubbel. En dat bedoel ik net te zeggen, want onze waarde gaat niet zitten in al die digitale service-infrastructuren die er aan gebouwd worden. Maar daar zit op dit moment wel een heel groot deel van onze pensioenfondsen in. Ja. Dus ik maak me daar ernstig zorgen over. En dat narratief, dat verhaal, hoe analisten met elkaar, hoe de Elon Musks van deze wereld vertellen dat we een draadje in onze hoofd krijgen en dat dan een intelligentie ontstaat die groter is dan ons. Het is zoveel bullshit wat er verteld wordt. En het wordt dus allemaal maar nagepraat. En ik maak me gewoon zorgen over onze sanity, zeg maar. Of we wel een beetje gezond nadenken met elkaar. En dat geldsysteem volgt op dit moment, of creëert het zelfs, denk ik bijna. Oké, okay, dankjewel Marleen. En een welverdiend applaus. Ik kijk even naar de zaal. Iemand die het op wil nemen voor de Libera. Vrijwilligers. Ja, daar gaat toch een hand omhoog. Heel goed. Hij wijst naar iemand anders. Daarachter het roze shirt. Ik blijf hem vasthouden. Ja, via de route van de Libra, wat een digitale munt is, wil ik het opnemen voor de digitale munt. In de zin van het feit dat de munt te programmeren is met gedrag en kennis en oormerk. Dus als we al een digitale of een gartale digitale munt zullen hebben, zullen we gebruik kunnen maken van het feit dat we van die munt kunnen bepalen wat die doet, wanneer die het doet, of die meer of minder waard wordt, wanneer die waaraan wordt uitgegeven. Dat kan in een digitale munt allemaal bepaald worden. Op dit moment kan de centrale bank alleen maar draaien aan rente en de geldpers. Maar het wordt tijd, en dat is dan even in het kader van die klimaatopgave, dat we gaan bedenken dat het enige wat echt groeit is die boom waar dat briefje van gemaakt is. Dat is wat de echte groei is. Dat is waar ons hele systeem op ontworpen is. Je hebt de energie en dat die komt van de zon en dan groeit een boom en dat is echte energie en dat is echte groei. En zolang we geen systeem hebben wat regelt dat we daarmee in harmonie handelen, hoeft de digitale munt er ook niet te komen. Maar de toekomst van de digitale munt maakt het wel mogelijk om te bepalen wanneer die eerlijk en goed wordt uitgegeven. Oké, okay, dankjewel. Ja, dat is het idee van de geprogrammeerde munten. Eigenlijk als een alternatief gebeurt dat op dit moment ook al wel. Hè? In Nederland hebben we een bekende organisatie, Stro, die dat soort dingen uitgeeft. Is allemaal nog vrij klein, maar dat kan steeds meer. Ja, Michel Scholten van TruePrice. Ik was benieuwd naar de soort van gedachte-experiment en ook uw reflectie erop. Als we een bril hadden die de reële waarde kon laten zien. Wat zou er gebeuren met de economie? En het tweede is hoe ziet die bril eruit? Wat is een soort van optimaal instrument om die bril te evenaren? Nou, mag ik hem wel even lenen. En wat bedoel je dan met de reële waarde? Ja, ik kopieer niet anders dan wat er in de gesprekken gezegd wordt. Er is kennelijk een soort reële waarde. Een productieve, noem het basis voor waardebepaling en iets wat dat niet is. En daar zijn verschillende sprekers die bouwen hun vader op. En ik ben gewoon benieuwd, als dat, wat het dan ook is, radicaal transparant is wat dat is. Ja. Stort de economie dan geheel in? Of blijft die dan, wordt die dan juist perfect? En twee, dat is eigenlijk het punt wat Marleen Sticker maakte. Van we denken dat we met ons pensioengeld een heleboel waarde hebben gecreëerd in die digitalisering. Maar dat zal een bubbel blijken te zijn. En dan zijn we alsnog die hoge pensioenbesparingen kwijt. Dat is eigenlijk waar je op aansluit. Misschien aan jou, Marleen. Want jij constateert eigenlijk dat we met een bubbel zitten. Dat we blijkbaar met een verkeerde bril aan het waarderen zijn. Wat voor bril moeten we opzetten om echt weer het kaf van het koren te kunnen scheiden en te zien wat er echt waardevol is? Ja, ik zit misschien een beetje off topic. Laat ik een voorbeeld geven van de op een gegeven moment zagen we al die fietsen op straat verschijnen. En in Brussel zit er vol mee met die stepjes. En die zijn dan worden neergezet. Het lijkt een dienst te zijn. Het lijkt een propositie te zijn. Het lijkt reële economie te zijn. Want er wordt een fiets verhuurd. En daarmee lijkt er dus een toevoeging te zijn aan mobiliteit. En dat is handig. Maar degene die dat daar doet, doet dat met een investering met geld niet om daar fietsen te verhuren,
om inkomsten te genereren uit het verhuren van fietsen, maar om data op te halen voor de datamarkt. Dus de partij die dat doet is niet een echt bedrijf die fietsen wil verhuren, maar het is een kapitaalpartij. Chinese kapitaal of Uber zit er ook weer in, dus dan zit er ook wel weer ander soort kapitaal in. En dat drukt dus de gewone mensen die gewoon fietsen willen verhuren weg. Dat geldt hetzelfde voor taxis, het geldt voor een deel ook nu voor de huizenmarkt. En je ziet dus dat een deel van, als je dat zichtbaar zou kunnen maken, als je ziet dat dit geen normale economische activiteit is, die behoort tot een normale economische productiviteit, maar dat het een manier is van kapitaal om zich in onze infrastructuren te nestelen, en dat je ziet dat type kapitaal geen achterkant heeft, dat zou ik graag zichtbaar willen maken. En ik heb het idee dat dat niet voldoende gezien wordt. En dat het voortdurend lijkt alsof we allemaal nieuwe kansen zien en dat er nieuwe uitdagingen, dat er competitie ontstaat, waardoor die oude TCA eindelijk eens een keertje in de beweging moet komen. Dus het lijkt alsof er allemaal nieuwe Davids en innovatieve, disruptieve partijen komen. En het, ondertussen is het in mijn ogen imperialisme van de eerste orde, kolonialisme, hoe je het ook verder wil noemen. En ik ben bang dat mensen dat niet doorzien. En dat heel veel mensen blijven zeggen, we moeten in start-ups gaan zitten, want die gaan zorgrobots maken. En die zorgrobots die gaan zorgen dat we onze zorg kunnen blijven betalen. En ik denk, we zitten in een totaal verkeerd narratief. En ik zou graag willen dat we weer terugkomen in het waarderen van arbeid, inderdaad. het is een prachtig systeem waar ook Lyotard aan heeft gerefereerd. In Japan dat je nu voor iemand zorgt en dat iemand dan later voor jou zorgt. Dus als ik nu voor een oudere zorg, dan heb ik daarmee een soort virtuele waarde opgebouwd, zodat een ander mij, als ik ziek ben of zwak ben, moet. Dat zijn sociale afspraken. Dat zijn sociale infrastructuren. Dat zijn relaties. Dat zijn geen transacties, dat zijn relaties. En geld heeft vooral heel veel invloed gehad op dat alles tot transactie is gemaakt, alles tot een financieel product is gemaakt. Terwijl een heel groot deel van ons vertrouwen tot dusver altijd gebaseerd was op de relaties die we hadden. En ik ben bang dat daar ergens iets flink fout gaat en dat die digitalisering daar niet bij helpt. En dat de relatie tot degene die in de Uber rijdt en degene die daar achter op de achterbank zit, dat die niet meer een normale relatie kunnen hebben, omdat de app zorgt dat ze elkaar wantrouwen of elkaar moeten raten. Of dat het. Anyway, ik ga nu ver te ver. Maar de echte vraag of hoe je reële economie, dat kan ik niet beantwoorden. Want daar zitten een aantal andere experts voor hier in de zaal. Het is in ieder geval niet een kwestie van even snel een andere bril opzetten. Zoveel is wel duidelijk. Martijn, wilde jij op dit punt nog iets? Ik wil iets anders zeggen. Ik wil meer iets zeggen over het wat heel dicht bij het WRR-rapport staat. Dus we hebben het burgerinitiatief gehad en een voorstel tot een vrij fundamentele of radicale verandering. Toen heeft de WRR 3 jaar lang onderzocht en die zegt eigenlijk, nou ja, we willen geen experiment, maar we willen wel een betaalbank of digitaal centrale bankgeld. Maar de kabinetsreactie was eigenlijk, we gaan niks doen. En dat is dus eigenlijk hoe het nou het politieke proces staat. Dus wij hebben voortdurend gezegd, kijk, we hebben een politiek besluit nodig om tot verandering te komen. Maar je ziet dus bij de mensen in Den Haag, in ieder geval de mensen die in de regering zitten, dat er heel weinig bereidheid is om te bewegen. En we hebben nu een aantal voorstellen gehad tot Central Bank Digital Currency. We hebben zelf een voorstel gedaan voor een veilige rekening. De Triodos heeft een voorstel voor een postgiro centrale. Ook Sustainable Finance Lab heeft wat onderzoek gedaan en wat voorstellen gedaan. En ik denk dus wat heel belangrijk is de komende maanden om een soort gemeenschappelijk geluid te formuleren of een gemeenschappelijk voorstel te maken van dit is een stap die gezet moet worden. Want uiteindelijk, ik denk dat dus private partijen als Facebook, die komen steeds meer op stoom. Maar er is een publiek antwoord vanuit het publieke domein. Daarvoor is veel meer samenwerking nodig. En je ziet dus dat de politie eigenlijk afwachtend zijn. Dus dat er dus een uitnodiging aan verschillende mensen in de zaal om hierop samen te werken. Dat heel beschrijf goed. Ik totaal trouwens. Nou, dat gaan we dan doen. We hebben nog ruimte voor één scherpe vraag. En die heb ik al aan deze meneer hiervoor beloofd. Kort en krachtig. Ja, mijn naam is Thomas Bolle. Ik schrijf als journalist voor Follow the Money. En ik heb vandaag al een paar keer eigenlijk gehoord, geld is macht. En je ziet dat Facebook, dat roept meteen allerlei, daar gaan de haren overeind staan. Oh, dat is een partij, daarvan willen we niet dat daar de macht terechtkomt. Maar nu de macht ligt nu bij de banken.
En eigenlijk ook wat Martijn net zegt, de politiek komt niet in actie. Hoekstra zegt eigenlijk heel, heel beleefd, dankjewel weer, erg. 3 jaar mooi werk, maar ik stop het onder in mijn la. En dat heeft toch wel ook met die macht te maken. Dus wat is er nou nodig om die macht toch te doorbreken? Want wat kunnen we doen? En daar ben ik ook benieuwd naar hoe zij daar tegenaan kijken. Om toch ook die politiek ergens los te weken van die financiële belangen die blijkbaar zo invloedrijk zijn, zo'n toegang hebben ook tot de politiek. Dat voorstel van ons geld, dat krijgt een heel klein beetje aandacht, maar dat verdwijnt onder de massa's lobby die er van de andere kant in komt. Ja. Oké, dankjewel. Nou, goede vraag. En een mooie afsluitende vraag voor jullie elk om even kort op te reageren. Maar ik kan het dan toch niet laten om eventjes hier te gaan naar Casper de Vries. Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En als ik zei, een rapport gepubliceerd wat heel veel complimenten heeft gekregen. Niet in de laatste plaats van het kabinet. Die in hun reactie inderdaad zeggen, fantastische uitleg. Maar ja, er wordt hier toch in gelezen. We gaan uiteindelijk met jullie aanbevelingen niks doen. Is dat ook hoe jij het leest? Zoals vaak met geld en maatregelen van de centrale bank neemt het enige tijd voordat die landen. En dat is bij de regering zeker ook het geval. Als je tussen de regels doorleest, dan lees je meer bereidwilligheid. Maar ik denk inderdaad dat niet alleen een lobby vanuit het publiek, maar ook de markt uiteindelijk de politiek zal dwingen om toch een aantal stappen te zetten. Waaronder dus die Libra een dankbaar dwangmiddel is. Want het dwingt de centrale bank dus om ineens heel erg goed om na te denken over die centrale of digitaal centrale bankgeld. Omdat je inderdaad niet wil hebben wat Marleen Sticker zegt, wat er allemaal niet mis kan gaan als je dat aan de markt overlaat. Ja. Wat dat betreft heeft Facebook jullie misschien nog wel geholpen als WRR om alsnog eens eventjes een beetje onder de aandacht te brengen wat het belang is van de aanbevelingen. Fieke van der Lek, klopt dat jij ook nog een bijdrage wil leveren? Ja. Ja, ik zou de laatste twee vragen even willen combineren. Want je kan zeggen geld is macht, maar eigenlijk is geld koopkracht. En vervolgens is dus de vraag, wat doe je daarmee? De vraag was er net, wat bepaalt nou uiteindelijk waarde? En er zijn hele boekenkasten over volgeschreven. Hoe kan het nou dat de prijs van water veel lager is dan de prijs van diamanten? Terwijl we water, dat vinden we natuurlijk veel belangrijker dan diamanten. Ik heb verhalen houden over schaarste en zo. Maar uiteindelijk is dus wat je met geld doet, is dat jij dan bepaalt waar je het aan uitgeeft. En daarmee kan je een verschil gaan maken. Dus dat moeten we op individueel niveau doen en met elkaar. Kijk naar jezelf in deze. We lopen een beetje uit de tijd. Dus alles wat er nu nog gezegd gaat worden, gaat ten koste van de slotwoord van Peter Blom. Dat indachtig. Geef ik jullie alle drie nog even heel kort toch de tijd om te reageren op, ik denk, een hele interessante vraagstuk over eigenlijk de macht en hoe we dit nou uiteindelijk echt veranderd gaan krijgen. Misschien Maarten, mag ik met jou beginnen? Ik vond eigenlijk, maar iedereen heeft zijn eigen smaak. Ik vond het meest interessante moment van deze avond was een grafiek van Dirk Bezemer. Waarin hij liet zien dat de groei van de geldhoeveelheid en de groei van de economie halverwege de jaren 80 elkaar loslieten. Dat was ongeveer het moment dat Gordon Gekko greed is good zei. Bonfire of the vanities, het begin van de grote speculatie. En ik denk, daar kan je ook jouw vraag voor een gedeelte mee beantwoorden, dat vanaf dat moment eigenlijk geld niet langer ten dienste kwam van de economie, maar andersom. Die relatie is veranderd, die is omgeslagen. En ik denk dat we er goed aan zouden doen om dat gewoon weer terug te draaien. Ik weet niet hoe, maar ik voel wel dat daar eigenlijk het grootste probleem zit. Dat investeringen in productieve activiteiten anders zijn dan investeringen in Herengracht 511. En dat die vergissing, dat die eigenlijk moet worden goedgemaakt. Dan komen we aan een heel eind. En die machtsvraag die gesteld werd, want dat was ook wat mij bekroop toen in Marleen de analyse, die behoorlijk heftig beschrijft hoe
op dit moment eigenlijk bepaalde belangen vrij spel krijgen. Dat doen ze wel in het huidige toezichtssysteem onder de huidige politieke constellatie. En in hoeverre kun je nou verwachten van diezelfde politieke constellatie dat die dit probleem op gaat lossen? Want zo begreep ik ook een beetje jouw vraag. Is dat iets waar misschien Marleen, want jij laat ons met deze sombere gedachten. Kun je ons nog op een positieve noot laten eindigen? Nou, ik zit inderdaad heel echt door te denken van hoe we dat nou oplossen inderdaad. En dat houdt niet nu vanavond op. Maar ik dacht, bomen staan niet op de balance sheet. Hè. Gisteren leerde ik dat, of ik had het daar ook over. Dus als je bij de gemeente Amsterdam, dan staan bomen, die zijn kosten. Want daar moeten we beheer en dan, dat is dus vervelend. Dus dan ga je minder bomen hebben, dan heb je minder kosten terwijl we bomen nodig hebben. Want CO2 en klimaat en ook ons goed, ons welvinden. Dus als we nou eens, toen was de discussie, moet je dan bomen en water en vissen en dieren en al die fijne dingen, moet je die dan plotseling ook gaan financialiseren en ze ook op de balance sheet zetten, zodat je ze wel gaat waarderen. Natuurlijk kapitaal. En toen dacht ik, dacht net, misschien is daar de, als we nou alle bomen en alle vissen en alle huisdieren misschien ook, en misschien ook al onze uren die we hebben. Niet al onze uren, maar van de 24 geven er allemaal 4. Je hebt ook die banken die met de uren. Als we dat nou eens als assets voor die digitale publieke munt neerzetten, dan kan je daar ook geen, dan kan je dat niet meer privatiseren. Dan mag je dus niet meer speculeren. Dus het moet bijna zoals de gouden standaard, moet dat tot standaard leiden. En het kan alleen maar meer worden als je meer bomen plant. Of meer schoon water hebben. Of meer schone energie. Dus je, dan zit de incentive in dat wat die waarde is, is ook gericht op onze toekomst. En op iets wat je juist niet wil dat kwijt is. En je beweegt helemaal weg van de klassieke assets van vastgoed en weet ik wat allemaal, waar we eigenlijk niet dus in willen zitten. Dus het is niet zozeer geld wat op goud gebaseerd is, als wel op schone lucht maar en geld wat op natuur. De commons gebaseerd is. Ik heb het woord eigenlijk een beetje vermeden, maar algemeen wordt heel gezocht naar de commons. Dus wij praten eens over de staat en, en wij als persoonlijk huishouden en dan heb je de markt. Maar we vergeten dat wij ook met elkaar een commons zijn en heel veel maatschappelijke bronnen hebben. En gezamenlijke bronnen, dat wat we kunnen, gezamenlijk kunnen produceren aan waarde. En datgene wat we krijgen van de planeet. Ja. En als je dat nou eens wel meeneemt en daar een deel van je waarde op baseert, dan krijg je misschien ook een veel beter beheer daarvan. Ja, dankjewel. Martijn, ik geef jou even niet de beurt, want volgens mij heb je al heel mooi aangegeven hoe jij denkt dat die macht gemaakt kan worden. Laat in ieder geval alle clubs die zich hiermee bezighouden gezamenlijk een vuist maken. Heel hartelijk dank en een applaus voor het panel. En dan komen we bij het slot met Peter Blom. Want we hadden het over macht. Dan hebben we hier in ieder geval misschien wel de machtigste man hier in de zaal. De baas van de Triodos Bank. Peter, mag ik jou uitnodigen? En ik zal jou een microfoon geven. Hier staan. Ja, macht. Macht is relatief. En iedereen zal zich misschien afvragen, wat heeft al deze perspectieven nu voor impact op een middelgrote bank met een missie in Nederland? Meer dan je zou willen soms. En meer dan u zou denken. Dus ik ga een paar reflecties geven op de dingen die gezegd zijn. Toen ik het verhaal van Dirk hoorde en ook daarna, toen realiseerde ik me eigenlijk weer dat het voor een bank steeds moeilijker wordt om op basis van relaties te financieren en steeds makkelijker wordt om op basis van assets te financieren. Dat is in de loop der tijd is dat steeds sterker geworden. En dat is een soort corrumperende ontwikkeling, waardoor je voortdurend veel makkelijker ook toezichthouders kan overtuigen van je hypothekenportefeuille, want daar staan eenmaal marktprijzen tegenover van als je andere dingen financiert die in markten zich bewegen. Maar het heel lastig wordt om uit te leggen waarom je nou die ondernemer financierde met dat fantastische idee waar je in gelooft, waar je natuurlijk goed onderzoek hebt gedaan. Dat wordt steeds lastiger. En je merkt dat de uitdrijving van het ondernemersfinanciering door het assetfinanciering, dat een constante kracht is die door banken zelf gevoeld wordt en die ook door toezichthouders bevorderd wordt. Dus dat is een heel stelsel wat daarachter zit.
Dat werd me ineens weer duidelijk hoe dat werkt. En wat zou je daaraan kunnen doen om dat anders te doen? En misschien ligt er ook wel het geheim in de samenwerking tussen centrale banken en banken. Om te kijken van hoe je die echte financiering van ondernemers kan bevorderen. Dus dat was één associatie die ik had. Een tweede die ik wou zeggen is van, is het nou fijn om als bank betalingsverkeer te doen? Nee, het kost een hele hoop geld, zeker in Nederland. En het wordt alleen maar duurder. En wij zijn als banken inmiddels een halve overheid geworden met het controleren van transacties en mensen controleren. En ik denk dat als ik even aan de bankiers zullen dat niet zeggen direct, maar ik zeg het even wel, dat wij er helemaal geen probleem mee zouden moeten hebben als banken, omdat betalingsverkeer in een utility, hè, misschien niet de staat of de overheid, want dan is weer de vraag wie controleert dan weer de staat en dan krijg je weer heel andere ingewikkeldheden. Maar dat er wel een soort utility zou moeten komen die zeg maar als ware het netwerk voor het betalingsverkeer gaat beheren, waar de banken ook op aan kunnen sluiten, ook apps kunnen ontwikkelen, allemaal slimme dingen voor hun klantengroep, maar misschien niet dat hele betalingsverkeer meer zelf gaan doen, want het wordt hartstikke duur. De banken worden niet vertrouwd, worden steeds beter gecontroleerd of ze elke klant wel controleren op elke transactie. Dus ik zou zeggen, prima als dat betalingsverkeernetwerk in een utility komt. En dan kunnen de banken zich weer gaan richten op die dingen die ze kunnen. En dan kom ik bij Triodos Bank. Het gaat inderdaad om vertrouwen. En dat vertrouwen is niet alleen een kwestie van de bank met de kredietnemer, maar is ook laten zien aan je spaarders, die andere kant van de bank, die mensen die iets willen met hun geld, willen sturen, laten zien waarom je keuzes maakt. Die klanten ook vragen welke keuzes ze willen maken. En proberen daarmee alles wat in abstracto blijft op macrogebied weer concreet te maken op microgebied. En zelf geloof ik in die aanpak, omdat je daarmee laat zien dat bankieren weer van mensen wordt. We hebben vaak gezegd na de crisis, iedereen is een bankier eigenlijk. We kunnen wel heel erg naar de banken roepen, maar realiseer je dat je zelf ook een bankier bent. En dat je de bank moet gebruiken om je bankiersrol uit te voeren. En dan krijgen we een heel ander soort samenleving, een heel ander soort waardering. En dan krijg je een hele hoop abstracte zaken als hoe je met privacy omgaat, data, die komen in een ander perspectief te staan. Want je ziet wat er gebeurt. Nou, we hopen dat dat ook bij de andere banken langzamerhand doordringt. Ik hoop overigens oprecht met de WRR dat er meer diversiteit komt in het bankwezen. Want het is echt een probleem dat we maar met een paar banken hier in Nederland zitten, die overigens allemaal op elkaar gaan lijken. Dat is ook genoemd. En dat komt voor een groot deel, moet ik ook zeggen, door het toezicht. Het toezicht heeft niets liever dan dat de banken precies hetzelfde zijn. Want dat maakt toezicht makkelijk. Dus het is nog een enorme opgave voor onze toezichthouders om diversiteit in hun toezicht te krijgen. Het wordt nu afgedaan met proportionaliteit, maar dat is nog weer iets anders dan diversiteit. Dus daar is echt voor de samenleving een enorme opgave. En ik ben ontzettend blij met deze discussies. Deze discussies helpen ons ook om dat grotere vraagstuk en dat grotere stelsel waar wij op een goede manier willen opereren, om dat steeds beter te maken. Dus alle sprekers, heel veel dank. En ik hoop dat deze discussies verder gaan. Dank je wel. Hartelijk dank, Peter. En jullie allemaal dank voor de komst en de actieve deelname. Excuus dat ik niet iedereen het woord heb kunnen geven. Maar gelukkig is er nu nog een volop ruimte beneden in de bar om door te spreken. En achter mij verschijnen zo nog een aantal nieuwe bijeenkomsten die hier binnenkort in de Zwijger zijn. Die vast ook interessant zijn. Dus het gesprek gaat voort. Dank jullie wel. APPLAUS